Nou, daar gaat hij. Zit er een laatste? Somebody wants to build a world is all around. Nou, deur dan. Ja, loading. Oh, ja, ik zie wat. Ja, ja. Een bus. Sst. Ja, stil hoor. Ach, Jozef. Even ook mee dan. Hier, Klaas. Er zijn ook kastmidden op de weg. Ja, gewoon midden in het natuurgebied hebben ze een gevangenis neergepleurd. Oh, nog een kleintje ook niet, godsamme zeg. Daar zit jij in of niet in die bus? Nou, dat kan ik net hetzelfde zeggen. De hele familie Tenijnhuis hier zit hier. Ja, ja. Ja. Iedereen uit Weerselo is... Oh, er zit veel voor 4 man in. Volgens mij is het dikte. Wat een rare namen, ja, allemaal. Het is niet, lijkt wel Scandinavisch. Och, hier. Ja, jij komt net terug van Hawaii, je hebt je blouse nog aan, zie je dat? Ja, ik ben weer op vakantie opgehaald. Ja, bij de douane. Nou, ik zit al in de gevangenis, hè. Ik zat er al 6 maanden in, ja. Maar is het zo dat... zie mij altijd hetzelfde scherm? Of ben jij gewoon jouw poppetje aan het spelen en zie ik gewoon mijn poppetje? Ja, en zo. Wel splitscreen. Ik zie elkaar scherm als het goed is. Dit is een kutje. Splitscreen, dat is toch fucking lelijk of zo? Maar nee, maar dan kun je toch, moet elkaar nog helpen. Nu ben jij, hè? Ja, dat ben ik. Oh, dat is wel irritant, dat is, want ik zit aan jouw kant, zeg maar, mijn beeld. Kun je dat omdraaien? Nou, ik zit zo. Ik zit mooi links. Jij zit rechts. Ja, maar ik zit in mijn kamer zit ik links, zeg maar. Je moet helemaal rechts kijken. Ja, is niet erg, maar. Nou, ik zit gewoon in het midden voor het scherm. Oh, mijn scherm wordt groter. Oh, ik ga jou natuurlijk. Oh, ze vechten daar. Ik ga jou meteen een klap op je kanus geven, kan je zien. Een klap op je kanus. Ik blaas hem op, hoor. Ik heb iets meer gehaakneus van jou, ik zou een keer op dubbelbaan, jongen. Ja, met je Aviaanse blouse, man. Ik kan helemaal niet lopen, ik zit in een kutje. Die van mij loopt fucking raar. Oh, ik mag ook lopen, ik moet naar deze vent toe. Shit, dude. That fight out there, it was brutal. I could hear bones crack. Prison life, man. Stace, you're right, but you think I'm weak? We'll fight in here every damn day. Oh, jouw geluid zal zachter als mijn poppetje aan het praten is. Ja, zo. Oh man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn fast then. Oh boy, I'm a dead man. It's really, really bad. I don't know. I'm not. I can't survive. Ik ga ook eens een mooi busje aan. I don't belong in here, man. Ik ga naar binnen in, hoor. Ik ben bang. You know about this place? It's bad news, man. Bad fucking news. Really? Serious? Worst mistake of my life, get him. Hey, what's up? I'm having the best day of my life, man. I'm telling you. Yeah, more, man. Is it life? Yeah, yeah, yeah. Get in there. Yeah, truly. Stand still. Oh. So I've got to see if he does, trouwens. If I can hear him in the live stream. So I've got to see if he does, trouwens. Zeg eens wat? Hi. Oh ja, hartstikke mooi. Hij doet het. Ja, wat moet ik eigenlijk doen? Oh, wacht, ik kan jou zo zien toch, of niet? Loop jij hier? Nee. Sta achter je, man. Nee, dat is je trap. Kijk, daar kom je in. Kijk, daar ben jij. Nee, daar ben je helemaal niet. Ja, jij moet achter die meneer aanlopen. Kijk, daar kom je aan op mijn scherm. Ja, loopt hij weer terug. Hoi. 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 Als het Fortnite was, had ik nou een dansje gedaan, zo van de loser of zo. Ja, maar de popjes lopen echt alsof ze modusje aan het op zijn. Hè? Hey, God. Ik kan gewoon. Hey, God. Hey, Matty, het open die deur. Oh, alle. Hij doet niet. Gevangenis kapot. Hey, die vent die duwt mij gewoon. Kijk dan.
Hoi! Ja, je mag die kant niet op, je moet door die deur. Je moet in je blote kont gaan douchen, staat op dat bord. Dan moet je je Hawaïaanse blouse uit. Ja, hier. Kom nou, schiet nou op, man. Werk je hier nou of niet? Ja, mijn bewaker doet de deur niet open, volgens mij. Totdat jij er langs bent, oh ja. Ja, hartstikke mooi. Hey, mooi, hè? Eeuw. Het is hier wel mooi weer. Oh, oh, bloot, oh, oh. Homo, bedoel... Die van mij wel als grotere sensieve ja. Ja, die van mij zie je toch niet? Ik ben toch in de gevangenis al? De handen is uit, hè? Oh, 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 hey! Hoppakee, enter in, pak hem aan. Oh, die kale nou? Harvey. Oh, jij hebt blote kont, jij! Oh! Oh, je hebt maar geen haar op je lichaam, jij niet. Ja, wat scheert toch? Oh, oh, hij bungelt er wel tussen, gaan. Of niet? Hij bungelt er gewoon tussen, kijk hem hangen dan. Moet ik de voorkant ook niet even laten passen dan? Ja, die, oh, hier, daar hangt hij wel hoor! Haha, wat is dat? Met een bifibosje, hé. Wat ben je nou dan? Ja, ik ben even aan het kijken naar die mensen. Oh, hier, daar sta jij! Kijk, er staan nog meer naakte mensen daar! Ik ga kijken naar naakte... Ja, ik wacht tot jij eraan komt. Hier, daar kom jij aan. Hier, daar is hij hoor. Huts. Ja. Oh, je hebt lekker met 1, 2, 3, 6 man, 5 man en een bewaak. Oh, hier, ik kom Karel aan. Dat is Bert, hè? Dat is Bert van de Brink. Ken je Bert van de Brink? Maar hoezo mag jij daar zo bij staan? Ja, ik kon op de vierkantje klikken. Oh, nee. Questions? Ja. When are we allowed visitors in here? Maar dat is wel grappig, want jij zit in een cutscene en ik zie de cutscene zeg maar vanaf een vrije positie. Dat is wel grappig gedaan. Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard a man move out. We don't have all day. Nou, je moet naakt van de gevangenis in, hoor. Dat is fijn met al die mensen daar. Gaat hij maar slaan in de stok als ik gewoon maar ik mag ook gewoon doen. Helemaal alleen hier rondlopen. Zonder bewaking. Ik kan gewoon weggaan. Ja, maar kijk, ik ga gewoon achter die... Ik kan achter die William aan. Nee, je mag niet achter Bert van de Brink. Je loopt dramatisch. Nee, waar zijn die andere lui dan? Net waren het er 5. We lopen daar ja, al. Die zijn al weggelopen. Maar ja, jij moet hier de trap op, jij, hé? Nee, ik wil gaan deze meneer uitdagen. Nou, ik ga even met deze meneer praten. Zit die stok in mijn reet, hè? Zit die stok in mijn reet, waar kun je mee rennen? Some white guy. Nou, volgens mij was ik ook net zo blank, maar dat maakt niet uit. Ik sta hierboven, hier wacht. Achter jou, ik sta vlak bij die trap. Let's go! Inside! Hey, oh hey! Hey, hey, hey! Do it! Go! Hey, take it easy! Hey! What's wrong with you? Close up self. Net mocht ik vrij rondlopen, dat was heel lastig doen. Nou, ik wil even kijken hoe jij je blote joekeltje de trap op je loopt daar. Hier komt hij aan hoor. Hey, welke vloer zit jij? De derde. Hier, daar sta je op de trap. Daar, zie je dat? Je hebt maar geen enkel haartje. Alleen de bal al op de joekeltje. Oh ja, oh, je bent mijn buurman. Natuurlijk. Ja, dus. Daar, doe eens pyjama aan, joh. Smeer op. Maar die vent blijft gewoon kijken, weet je wel. Die denkt van lekker. Ja, gewoon mooi. Nou. Kijk, ik zie hem kijken, dat is van, ja, buk maar even. Ja, 49, zegt hij. Oh ja, jij bent wel heel snel trouwens, jij. Heb je bij de brandweer gezeten ofzo? Wat ben je aan het eten dan? Stamper. Ja, gevangenisvoedsel. Je moeder weer gekookt. Grapje, sorry. Ah, we zijn buiten weer. En waarom moest ik daar naar binnen in lopen? Ik dacht dat we buiten ben. Dan sta ik weer hoor. Hey Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Oh. I don't know man. It's over there. That's all I know. Oh, ik even klappen natuurlijk. Valt me wel op trouwens dat ik de enige ben met een t-shirt aan. Al die gasten allemaal een jasje aan hebben. Oh nee. Volgens mij ben ik het en ik ga jou een tikkie geven. Nee, maar wacht. Waar ben jij? L2. Ja, je moet gewoon even met Event praten die daar is, dat ga ik. Nearby Points of Interest, L2. Ja, maar daar klik ik nou op en dan zit ik naar die... Zit jij hier of zo? What?
Oh, daar ben jij! Allee, kijk, mijn biceps. Ik ga jou straks echt helemaal de touwtjes verslaan, jongen. Ja, nee, dat moet je doen. Maar ik ga hier eens even zitten, dan gaan. Kan ik niet rennen? L3. Oh ja, come on! Tjuuu! What are you guys looking at? See that guard over there? I hate him. Put me in the hole for 3 weeks. Oh, 12. Kill him. No, man. You can't do that. They'll just throw you back in and it'll be for good this time. I don't care. I'm still gonna kill him. Okay, he's boss. Your friend is right. Taking out a guard would put us all in a world of pain. What are you saying? You siding with the guards? Moet het allemaal kapot of zo? I'm siding with common sense, you idiot. You take him out, you're gonna make all our lives miserable. Yeah, I agree. Listen. Ja, luister, naar mij, joh. He's a dead. Ja. Whatever. Good luck, man. Ja, waar moet ik nou heen dan? Ik hoop echt dat dit zeg maar wel helpt. Ik ga al die oefeningen doen. Ik hoop wel dat het echt. Ik weet niet, moet ik hier? Dat ik straks wel het gevecht kan winnen hoor. Oh, 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 ja, 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 oh no! Ah, die kale weer! Wat heb ik gedaan? Daar kun je misschien even komen helpen, anders of zo? Ja, ik heb mijn training nog niet gedaan. Ja, mijn dikke balletjes. He might be on the outside, but he still pays me good. He still pays me good, huh? He pays me really good to kill you, and I don't really like you. So it's a win-win situation. Ja, duw hem van dekje af. Oh. Gaat hij met de vent op school praten? Ja, jij mag wel even helpen, ja, zeg. Ik ga je kapot zo. Maar ik moet vrouwen zoeken. Je moet daar dat hek heen. Daar, daar ben ik. Loop daar eens heen. Fok die kerel. Laat Humberto met rust, man. Ja, ik ben nog met hem aan het praten. Ja, doe dat op cancel! Ja, hij heeft rust aan, hè? Ja, rustig aan. Is hier een balletje of zo? Een basketballetje? Want ik kan hier een basketballetje. Ja, ik kijk, Vincent. Ik vind het wel mooi, ik ga gewoon bijkijken. Oeh, een zakkie, oh! Ja, ik ben ook wel een beetje. Ik ben ook wel een beetje. Wat heb jij nou gedaan? Oh, jij bent ook aan de beurt. Dan moet je mij ook helpen, hè? Oh, ik heb nu die push-ups gedaan, jongen, dat helpt echt. Oh, je zoekt... Nou, jij slaat hem zo. Oh, die kaal op zijn helm. Kijk, jij kan nog even kijken op die haakneus voor jou, jongen, die is ook niet te missen. Ja, nou, hey, moet jij op vierkantje druk of ik? Ja, jouw scherm. Nou, is meer gerust op de vlakte. Oh. Hey, raak me aan, jouw smerop. Sorry, ik ga heel goed. Hij is voor jou. Oh, 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 politie! Wat een wouwpie, joh. Kijk hoe breed ik ben geworden van die 10 sit-ups. Order! Ja. Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You, keep moving. Ik heb alleen mijn bloedneus, die vent heeft mijn hele kop kapot gemaakt. Oké. Okay. Ja, ga eens weg joh, kijk geen. We hebben helemaal elkaar gemet net. Ja, ik heb mijn bloedneus, je hebt een klein blauw oogje, meer niet. Nou, was wel agressief. Nou, dat was Oh ja, ik zou het nog eens helpen, jongen. Ik heb ook gestampeld. Of wat ben je?
Heb je ook zo'n mooi pyjama jasje dan? Of gevangenisjasje? Ja, alsjeblieft, joh. Come on, I don't got all day. Alright. Er weer van pan erop staan dan, hoor. Dat is een mok. Oh. Kijk, die andere kok staat in het midden zo van, ja, mooi. Oh ja, blauwe ogen is snel weggetrokken, moet ik zeggen. Nou, misschien is daar alweer heel een tijd overheen gaan. Ja, aan de kant nou. How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? No? Mm-mm. I don't hear anyone. Oh, goed is. Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Hey, de slogan van de Snickers reclame. Sure looks like it. All right. So what are you gonna do about it, gringo? How about this? Oh, hey man, all right, shit, man. Yes. Okay, doe maar naar kant. Oh, je hebt een appeltje, lekker man. Ik ga even wat eten. Nu ga ik even drinken. Is dat het? Ja. What do you think this is? A goddamn restaurant? Oh, oh, die kerel, die kale, die kale! Oh, oh, ik mis! Ja, ze kom je even helpen, hè? Nee, je zegt net nog tegen mij, blijf in mijn buurt. Ik kan nu zelf, ga zelf maar fixen, jongens. Vieze smeren aan. Duwen. Kom nou helpen. Kun je me helpen, eigenlijk? Je kunt hem al niks! Ja, oké, ik kan hem duwen. Ja, ik kan de R2 drukken. Ja, doe dan op R2 drukken! Nee, wou me hulp niet, ik zou even een stukje sprinten. Help nou! Kijk hoe. Hoi, ben ik weer. Hé, hoe gaat het? Hij gaat helemaal niet. Dankjewel, hè. Ja. Oh! Dat had je toch net ook kunnen doen? Ja. Oh, oh nou. Op, ze rammen je ook mooi in elkaar daar. Hey, hou je op! Come on, what do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on, die! Oh, oh, oh! Sorry, ja, ik doe dat één. Zo. De kopschopper zegt, die komen op dumpen straks. Als je nu weer een video gaat doen, jongen, dan ga ik de volgende keer weer helemaal vergeten. Ja, ja, weer ruzie krijgen. Oh, er ligt het ziekenhuis. Oh, 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 ik heb een vrouw op bezoek. Shit. Als een zuster. I hate those things. Don't there worse things to worry about in here? Oh, no, more. Just be careful. Nou, mutsje is veel te klein voor haar hoofd. Met een bootje. Ja, het is een bootje van Georgie van Eet. Ja, ja, thanks. Ja, groetjes. Wat een rare bakkenbaden. Scheer die onderste helft eerst af en dan kan het wel. Maar dit is een beetje Wolverine van X-Men of zo. Dit is, want het onder zo niet dan. Is het een andere tijd of niet? Een Driven Dreyer. Volgens mij zit het in de jaren 80 of zo. Tenminste, of in de jaren 60. Want die zusjes die zitten toch niet zo... Ja, nee, er ook! Je hebt een slaapzak om jij. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. I'm back. Ja. I mean it, man. Wat heb je voor gekke nek? Gespierde nek.
But don't worry about it. Kijk, jouw bakkenbaden zijn toch normaal? Could you do me a favor? Well. Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. What do I do? Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right. I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Ik ga meteen, jongen. Als jij daar in die gang staat, die eerste beste wachter. Hé, moet je kijken wat hij doet. Nou, dan gaan we meteen die bewaker een belletje. Ik distract de nurse wel even. Ik haal de Jukkel Doers van mij tevoorschijn en dan is die nurse wel even bezig. Ja, een beetje dat ik op zo'n teentje in zo meteen weer wel. Dan komt die nurse. Ja, daar achter die deur, hè, daar zie je die gast daar. Wat kan ik doen voor je? Daar zit hij. Staat daar een vent? Ga snel. Ga sneller. Ja, er staat daar een vent! Ja, sorry. Maar ik ben een beetje bored hier, you know? I need to wait for that guard to move. I don't know. It's not up to me. Kun je de andere kant niet langs? Ik kan er nu toch door. Okay. Thank you. Slaan hem in elkaar. Oh no! Hij gaat er van tussen, die man. Ja, pas op. Die vrouw die ziet jou zo, hè. Ja, die vrouw die zit gewoon naar het raampje kijken. Het raampje zit dicht. That's understandable. Buk dan, kakvent! So, how did you end up working in a prison? Vincent needs to do something about that guard. Oh, Vincent, jij moet even op raampje kloppen ofzo, of raampje intikken. Ja, hoe kan ik dat nou horen dan? Hebben wij ineens telepathie ontwikkeld? Oh ja. It's hot. Look what you made me do. Dat is niet heel boos, gelukkig. Oh. Wat had ik gedacht? Nou, dat viel gelukkig niet aan. Oh, hij gaat jou in elkaar timmeren nou, omdat jij zijn broek hebt verpest. Nee, ik was zeep halen. I'm really hungry. Could you get me some more food, please? We're just served. Dit valt niet op, hoor. Er lag net niemand. Die vrouw liep 6 keer die kamer binnen, net lachte nog. Heb ik net nog een spuit in mijn arm gedaan, weet je wel, antibiotica. Oh kut, ik heb dat ding bij me, hè? Die vijl, of wat is het? Ja, een vijl. In je reet. Zal ik hem steken? Nou, leg hem gewoon buiten neer. Het raam van de gevangenis staat open. Let's move. Yeah, sure. Ja, oh, vooruit vandaag. Ik wel tijd om te moven. Het raam blijft niet gewoon open. Niet de beste stopplek, volgens mij. Oh, mooi. So, what's your plan? Excuse me? Heb ik nou gewoon een riem om in de gevangenis? I don't know what you're talking about. Fashionable uitzien. Daar kan ik toch gewoon iemand mee werken, of niet? Ja, iedereen heeft toch hier een riem om, dus dat erbij, dan streep je dat toch aan elkaar weg. Ah. Dat kan het. Ik ga je een poffert op je neus geven, ik ga je tijdjes stuffen. I appreciate what you did back there, but you need to back off. Ah, hij vindt niet meer leuk nou. Ga weg. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Heb je een raar accent, joh? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself.
Yeah? Like you did in the infirmary back there? We're getting real last. You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? Oh, jij kent Harvey ook? Oh, wat leuk. Wie is Harvey? Ja, je daar de ruzie mee. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after you. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if... Als ik zeg maar een mok leer drinken, komt mijn neus dat tegen het randje van die mok aan, dat ik het laatste slokje er niet uit kan krijgen, of gaat gewoon... Dan moet je gewoon je nek achterover doen. Ja, zo als een nek omdraaien. Oh. Hey. Ja, einde van de game. Ja, was mooi. Was, ja. Decide what goes down. You got that? Yeah, you've been the boss. No way. See that? You say. I mean it, man. You fucked yourself. Thank you. I'll kill you myself. Yeah, I get it. Good, Tony. I have 10 push-ups gedaan, jongen. Ja. 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 Oh, dat was de intro. Oh, ik wou net. Afgelopen. Ja. End credits. Roll credits. Maar ik op de credits zien, Jonas bij Marvel DC films. Nou. Oh! Hey Leo, you didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. You had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Heb je nou een kogelvrij vest aan, joh? Nou, dat is wel mee, dan ga ik ontsnappen. Ja, gewoon piloot en vliegtuig erbij. Maar ik geef je dit. Het did help out. A little bit. Benson. A little bit. Right. The end. Nou, ga lekker naar Portugal toe weer, hoor. Wel veel loading screens. Ja, maar ja. Natuurlijk bij mij loaden en bij jou loaden en dan kan die tegelijk. Ja, dat is redelijk hetzelfde, denk ik. Maar, nou, zijn we nou weer terug in de gevangenis of wat? Ja, ik vind het gewoon jammer dit stukje ertussen. Nou, dan denk ik van, ja, wat ik ook doe, ik kom er dus sowieso uit. Ja, maar dan weet je toch sowieso wat je eruit komt. Ja, daarom, maar keuzes hebben er in ieder geval nul invloed. Dat weet ik eigenlijk niet. Als je nou die vent gewoon elkaar... Als je die ene vent hebt genoeg aangemoedigd om die bewaker wel te killen dan. Zeg maar. Zou je maar als je zeg maar alle knopjes had gemist. Zo. Hier, Fred. Ah, Fred. Goedemiddag. I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Gaf ik hem nog geld, want het heeft weinig nut de gevangenis. Oh nee, hij gaat die bewaker nee, niet komen kopen ofzo. Hij is natuurlijk zo'n hoofdgevangene die dat regelt. Hey Fred, wat is dat? All good. Dat wist ik al trouwens, ik had het al gezien. Need to change the scenery. Dan gaan we daar werken. I'm sure we can figure something out, right?
Daar stond die bewaker die vent op zijn neus. Nou, we wonen aan werk ook nog hier in die gevangenis. Gaat ze daar iets zeggen, joh? Maar als die bewaker die zegt dan van, nee, je hoeft hier niet te zijn. Zegt, ja, maar ik wil er wel heel graag zijn dan. Ja, en hij betaalt er zelf voor. Dan weet hij toch al van, oh, er zal wel iets extra's aan de hand zijn. Ja, dat denk ik wel dat iemand dat nou. Wat is de slaak nog? Oh. Kijk op jouw scherm. Ga zo naar het dak dweilen, dat is mijn bezem. Hé, dat is mijn bezem. Ik kan breken. Nou niet. Wacht nou die bewaker, kijk toch. Kijk, ik ben kapot. Ja, die van mij is kapot gegaan. Ja, pak nieuwe dan. Dan moet je nieuwe pakken. Kan ik? Ik wil die stap bij jou aan de reef steken. Dan slaat die bewaker in de nek. Hier, die Fred. Fred, daar moet je mee praten met Fred. I hear you're the guy who knows how to get things around here. Well, depends on what you want. Dat doe ik ook gewoon bij in die bewaker. Ja. A record player. Can you help with that? Sorry, man. The only place with a record player is the warden's office. And how much would that cost? Money won't help. Dus hem, ja. Ik ga die kant op. The warden's office. Does it get caught up by the mail? La. I think you'll find a way to get his attention somehow. Hey, jij daar. Waar moet ik een nieuwe bezem vandaan halen? Ja, bij die meneer daar. Welke meneer? Daar, bij de deur. Hier, daar. Ja, jij moet met die gasten praten. Even. Oh, kom maar terug. Ja, eens even met wat gasten praten. Oh ja, ik zal even praten met wie is dit? Looks like hard work up here. My broom is broken. Nah, he's not so bad. Just stay here. All right. What are you talking about? It's hot as hell up here. And the tar makes it hard to breathe. Oh, is het teer? Ja, als jij nou even snel afleidt, ik moet Oh ja, get ja, shizzle. Kom snel hier, ik kom snel hier. Ja, ik moet shizzle, wacht, ik moet shizzle. Nee, kom even snel, kom nog. Kom hier, kom snel. Ja, kom hier, er staat nog get shizzle. Nee. Ja, dat is shizzle, dat is toch, dan ga nou hier in godverdomme, daar ben jij nou. Ik dacht dat die vent shizzle hier is. Ja, blijf nou staan. Ja, nee, jij gaat er maar zitten. Ik wil het dak op. Ja, zit, ga jij maar lekker zitten. Ik ga bij jou op de knietjes staan. Nou, ja, kom maar met die broek. Nee, ik doe de broek wel even los. Wat wil je mee hebben, jongen? Ja, achter mijn oor, lulletje. Haal hem er maar uit. Oh, nou, ik ben toch aan de beurt. Ja, ik moet naar boven. Oh, mijn wagen komt. Wat doe je? Nothing. Just looking around. I got you a new broom. Come here. Ja, ik ben lekker meer dan. Now get back to work. Yeah. Keep the shizzle. Alright, just need to get back again. Ja, ik ga je niet helpen. Zet die stok erom. Oh, ik ga lekker vegen. Jij moet naar Fred toe, hé? Hey man, it looks like you missed the spot. Oh, ik moet naar Fred toe. Yeah. Seems like I have. Thank you. Ja, je moet naar Fred. Fred is die daar. Ja, die Humberto daar ook. Jij moet de bewaker even afleiden, hé? Yeah, it's my first time. I'm not sure if I'm liking it, but I've done well. Ja, is goed. Die daar? Ja, die met een pet. Waarom kijkt hij eigenlijk niet in? Die staat hier mag enkele gevangen. Die gasten kunnen nog gewoon iets aan neerklappen daar. Wat een balhaar, hé. I'm not sure I want to get used to. Ja, mooi uitzicht in die gevangenis trouwens. Ja, mooi man. Ja, klap hem neer. Even een tikje geven. Ja, hartstikke mooi. Hey, can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smartass? Ja, joh. Come on, man. I'm just trying to strike up a conversation here. And who said I wanted one? All right. I'll leave you alone. Okay. You better find a way back out again. Of course. It's ja, maar geef dat ding aan mij. Nou, geef dat ding. Hey, jij moet de deur open doen. Nee. Ja, doe de deur even open, joh. Hoi. Kijk hier, ik kan mijn bezem door de deur heen roos. Ja. Ja, breek de lock. Ja, doe nou. Voordat die bewaker komt. Ja, dan... Ja, maar als mijn bezem weer kapot, ik kan niet twee bezems kapot maken in één middag. Dat valt inderdaad niet op, nee. Oh, goedemiddag. En dat slot, dat is toch kapot? Dat slaap ik van niet worden. Gadverdamme, ja, ik denk zo in zit. Ik geef hem dus de ding. De shizzle.
Ja, waarom kan ik hem nou? Met die vel konden wij toch ook mooi ontsnappen, of niet? Ja, dat is echt. Daar moeten we dat ding aan hem geven. Oh! Oh! Ja, want hij moest toch door naar binnen gesmokkeld worden? Door de scanner heen? Hmm. Kijk, daar is Fred. Die is postbode ook. Hey Leo. What's up, Fred? Got something special for you to read. Ah, oh, wat leuk. Hope you like it. Sure. Zat er plaatjes in? Ach, kijk eens. Mooi. Hoe kon dat boek dan gewoon dicht zitten? Ja. Nou, ja, maar ik hou ze in de gaten. Ja, druk even op vierkantje. Druk even op vierkantje als je bij jouw neertje zit. Dan kun je het beter zien, denk ik. Ja, oké. Okay, jij moet je toilet aan de kant. Ja, ik hou hem in de gaten. Ja, nu kap het. Zet hem terug. Zet hem terug. Terug. Hij staat al terug. Laat hem maar lopen. Ja, ga maar door. Ik distract hem. Ja, go. Is tomorrow visiting day? No. You sure? Yeah, go to sleep. Ja, hij komt. Weggenaaid. Oef. Stop busting my balls, man. Ja, nu go. Ja, ze zijn veilig. Niks aan heintje in, man. Ik vraag me wel af, als dat een toiletpot is, hè, waar zit dan de buis waar alles stront doorheen wordt gespoeld? Dat gaat gewoon. Dan blijft dat toch gewoon in die bak zitten? Oh, ja. Maakt het maar geen geluid. Leid hem af. Ik ga hem afleiden. I can't sleep. Do you have a book I can read? What do I look like, a librarian? Go to sleep. Ja, het is niet gelukt. Je moet weer. Go to bed, inmate. I'm tired. Leave me alone. Hey, goeie. Moet je nu weer overnieuw beginnen? Nee. Ah, nee. Natuurlijk niet. Hij is niet nagegroeid. Er zit helemaal geen dingetje in voor de buis. Nee, ik ga lekker alleen van tussen. Ja, geef mij de tool. Oh, nou ben jij aan de beurt. Ja, hij houdt even in de raad. Er komt al een vent aan. Gaat hij nu, de hele tijd was ik net wakker, dan gaat hij nu tegen mij zeggen, hé, ga slapen jij. Wat wil hij doen dan? Ja, hij is ook precies bij onze cel alleen een lampje, die andere cel is helemaal geen lampje. Ja, kom maar door. Job, wat doe jij nou? Cancel! Ja, hoezo, ik had toch gewoon het toilet vasthouden, dat is toch niet raar? Er komt er nog één aan! Hey, wat is dit nou weer? Ga nou weg! Ja, distract hem dan! Wat doe jij nou? Nee, wat doe jij nou? Komt er maar vent aan! Nee, jij! Ja, jij distract hem toch niet? Nee, hij loopt toch weer weg als je even wacht! Nee, dus stop toch, distract! Jij distract hem! Ja, maar dat vraag ik zelf! Dat is één zinnetje wat ik dan moet doen. Nou, ja, doe dus maar. Had ik er genoeg tijd gehad om nog te cancelen. Was die mongolen doen? Ja, nee, met zo'n bekken hoeft er niet meer. Ga lekker pitten. Kom nou, daar komt er iemand aan. Wacht nou hoe even dan. Ik zeg toch, hij loopt toch ook weer weg, die man. Kijk, nou loopt hij zo weer weg. Ja, ga maar weg, ik ga niks vertellen. Moet je nee, dan. Je hoeft niet te distracten. Kijk, hij loopt toch weer weg. Drukken. Ja, maar als ik op drie keer... Ja, maar als je het net had gedaan... Want hij vraagt alleen maar, ik heb het koud. En dan zegt hij alleen maar, go to sleep. En dan... Ja, dat weet ik, want dat deed hij bij mij ook. Dan had ik net genoeg tijd gehad om dat ding weer weg te leggen. Wat doet hij? Nou, laat hem door. Ja, sorry. Tjonge, wat een randebiel. Ja, nee, jij. Wat een staatsmogel. Ik zeg, er komt iemand aan, gaat toch die toiletpot alvast eraf rukken, weet je wel. Ja. Ja, komt er alleen bij ons kijken. Ik trek hem er wel af, hoor. Ik heb er helemaal geen zin in. Nou, doe maar, snel. Nee.
Die man, Ja, ik draai deze nog even los, hoor. Hij kan me niks killen. Andere kant kijken, hij komt eraan, want al ja. Ja, ja, stop. Ja, ik ben nog net bezig. Godverdomme! Oh, de handjes was hier. Oké, wacht. Ik ga niet meer, hij loopt jouw kant op en die ander loopt mijn kant op. Dus hij gaat nou weer weg. Ja, ik ben toch in bed, ik kan niet ergens dus naartoe. Ja, hij loopt nou weg. Oké, dan komt hij er natuurlijk aan. Nee, ook dan niet. Ja, oké, ik ga weer verder. Snel. Stop met een handel. De andere man die komt nog niet. Ja, nu red ik het wel. Het maakt het snel af. Ja, hij komt er al aan, maar dit ga ik gewoon doorzetten. Hij pakt dit kant niet. Nee, dat haal je niet. Nu haal het wel. Moet je maar opletten, ik haal het. Nee, cancel. Haal je niet. Ik haal het. Hij is bij jouw show! Hij is bij jouw show! Oh, net zo thuis ook, hè? Dat distracte was hij. Wat? Wat heb je gedaan? Dat hij wegliep. Ja, ik drukte op vierkantje. Jongen. Ja, ik dacht dat hij wegliep. Ja, hij loopt toch eerst naar mijn cel dan nog toe? Ja, laat maar even wachten, hij komt er beneden aan. Ja. Je gaat toch even distracten dan? Dan moet jij hem distracten. Dan kan ik dit even snel doen. Ja, hoe doe ik dat? Driehoekje drukken. Wachten, gewoon de tijd af laten lopen. I want to ask a question. What now? How much do you make an hour as a guard? More than you make. Cancel. Godverdomme! Bill Paulus, je moet helemaal niet met die vent gaan lullen. Je moet gewoon fuck die kerel. Die geeft toch alleen maar een antwoord van. Ja, nee, meer dan jou opdoen. Ik denk dat die vent echt een heel Dr. Phil gesprek met jou. Jongen, maar goed, mijn hoe snel ik dit kon doen. Ik moet gewoon alleen het laatste. Doe het nog een keer en dan nu lukt het. Ja, dan komt er weer een vent aan, dus wacht nou even dan. Ja, distract hem nou. Oh, die kant uit, ik ben nog eerst bij jou. Jongen. 6 maanden verder, joh. Ja, maar goed, dat mijn poppetje de basis van dit plan, want jij maakt er niet zoveel van. Distract helemaal niemand, man. Nou, ja. Waar komt hij? Wacht nou even, dan je weet dat hij eraan komt! Gaat ja, ik mag daarin. Toch aan het toilet zitten trekken. Kijk, dit mag. Hey, hoezo mag dit niet? Ja, omdat je deur toch al half los. Jongen, heb jij een klus, hè? Jongen. Ik zit gewoon te kijken naar ja. Ik zit toch naar mijn toilet te kijken. Wat is daar nou mis mee? Dat is echt belachelijk. Waar is mijn deur? Oh, hier is de deur. Hier gaat zitten waarschijnlijk, maar dat is ook al verboden. Ik zal even kijken, nou dan komt hij alweer aan. Nou, distract, dan trek je weer zeker. Nee, ik trek helemaal. Nee, niet distracten, fuck distracten, dat heeft geen enkel nut. Nee, dat is hartstikke veel nut. Zeg echt als hij weg is. Ja, nee, okay. Hij loopt terug, hij loopt niet distract verder. Distract hem dan. Maar hoe doe ik dat? Ik kan niet distracten! Ja, Komt er nog een aan, die andere komt ook. Hey, hoe zat die andere mij in die te gebruiken? Ja, dat maakt niet uit. Ja, waar is die gang nou in de gang? You, go to sleep. Yes, sir. Just gonna take a leak. Take a leak, ruk de hele pot eraf. Kom, take a leak. Nou, snel draaien met die subwoofer. Ja, die andere vent komt er weer aan, man. Ja, ik haal dit nog wel. Ja, draai ik hem even rustig los, ja. Daar komt hij aan, hoor. De zaklamp ook. Ja, alsof het hier niet gewoon genoeg licht is. Ja, ruk dat ding er maar af. Oh, die andere vent komt eraan. Ga maar door. Distract hem, dan heb ik wat meer tijd. Dan kan ik even dat ding weer dicht doen als jij hem distract. Distract van jongen. Lekker gedistract. Ja, nu hoeft het niet meer. Nu ben ik al weg. Dan ga ik wel even doen. Nu stop! Nee. You make an hour as a guard. More than you make being a prisoner. Now go to bed.
Dan ga ik op jou kijken. Nee. I'm on my way. Just clearing my head first. En nu, snel. Hij heeft ook geen haast of zo. Ja, ik heb geen haast. Ik zit nu maak je hem af. Maak hem snel af. Kijk, als ik hem nog gedistract had. En ik had gezegd van, mijn bed is broken. Dan gaat hij in mijn gevangenis kijken. Dan gaat hij kijken wat er kapot is. Dan pakt hij die pot vast. En dan waren we genaaid natuurlijk. Waarom zou je die pot vastpakken? Ja, dat weet ik veel. Het bed is kapot. Ja, dan ga je even zo. Pot pakken. Lights out. Nee, dan gaan hun weg. Zoiets, dat deden ze hier net aan. Hadden wij niet gewoon kunnen wachten tot het licht uitging, of wat? Ja, weet je hoeveel kabaal dit maakt wat jij allemaal deed? Ja. Oh, we gaan even tussen, of wat? Oh ja, oké. Hey, doe je. Maar je moet wel de potten weer voorzetten, denk ik. Nee joh, die kan de pot op. Wel echt super synchroon hebben we dat gedaan. Damn, kom maar. Mag ik vooraan kruipen? Kom maar mee. Ik kan ook achteruit. Mijn kant op. Maar waar gaat die buis? Oh, er zit een buis onder de grond. Zie dat? Hey, is het toch leuk als ik zeg maar in jouw cel ga zitten en jij in die van mij en dan kijken wat die guard zegt. Ja, inderdaad. Nou, zouden jij niet in die cel, joh? Kakker. Vincent, come over here and help. Kut, ik ben niet alleen. Wat is hier verder nog dan? Hé, hey, kom nou even helpen dan. Je moet toch die... Nou, gewoon even kijken. Is verder niks. Nee, hier zijn ook allemaal dingetjes. Nee, dat is verder niks. Hé, hoe ren jij? Ja, ik heb gespoord. Ik kan niet rennen. Nou, ga ik jou elkaar even hier? Oh, moet je door de fan? Ja. Door de fans. Dat maakt waarschijnlijk ook geen geluid. Ik kan er toch zo doorheen duiken als je goed timed. Ja, duik jij er maar doorheen. Hey, I can't hold it forever. Ja, ga er door. Don't let it go. Zal ik hem loslaten, joh? Zal ik gewoon lekker wachten. He shot down the fan from where you are. Waar ben jij in de buurt? En dan kun je toch gewoon die stok pakken. Hey, doe je. Oh. Alright, it's shut down. You can go through now. Oh, nou, dat werkt ook nog. Ik denk, ik ga er gewoon lekker voldoor, maar. Ik zet hem nu weer aan, ik zet hem nu snel weer. Ja, halverwege dat ding erin stoppen. Hey, goedemiddag. Waar staan niks? Moeten we die kant niet op? Nee, hier zit een deur. Nee, hier moet je in. Hier is een deur. Alles heeft die vent. Caution, het release. Ja, zware deuren, hè. Moet je duwen en trekken. Oh ja, gelijk wel mooi mijn kant op trouwens. Ja, het mag wel wat sneller. Wat zei je? God. Ik is op driehoekje. Ja, schiet zo op, man. Kak vent. Oh, er is een liftschacht. Ja, nou in. It's a long way down. Ja. Nou, als jij eerst gaat springen, dan spring ik ook wel. Ja. Ja, we do. Of jullie buis gaan daar, hoor. Ja, ik wil het zeggen. Hold on. Over hier. Waarom zou daar een raam zitten eigenlijk? Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it and then bring it to the back room.
What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it. They don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Of je houdt gewoon goed in de gaten of toen iemand zo'n karretje klipt. Maar dan ben jij in de buurt. Of allebei. Ik ga gewoon lekker verder met strijken, denk ik. Hey guard, can I ask you something? I don't have time for you. Wat is dit voor een dikke power washing machine? Kijk hoe gigantisch, jezus grote ding is. Een hele. Ik ook gewoon, ik zo'n hele machine voor één shirt. First time I've seen someone smile in here. Yeah, it's because I'll be a free man this week. That's great. It is. So, how long have you been in for? 15 years, man. 15. Hey, pak jij die kar eens even dan. Ik heb je wasgoed. Some weird way, I'll probably end. Dan moet je in de wasmachine stoppen. Nee, je moet in een karretje. Anyway, I'm sure you're gonna have a much better life out there. Gain access to the back room. Ja, dat heeft hij toch net uitgelegd, Paul Jas. Ik heb toch geen karretje, man. Ja, die man heeft een karretje. Staat toch een kar? Hier staat al een kar. Concentrating here. What do you want? Alright, I won't bother you then. Waar ben je? Karin, pak hem zelf wel. Hey, get your own card. Nee? Ja, dat is echt tegen mij. Kijk, je moet dit gewoon in die wasmachine doen, denk ik. Oh, ik kan rennen. Nee, nou, ik wist niet dat moest. Kijk hier, stop dit in de wasmachine. Hop. Ja. Oh, je hebt een kar. Ik heb een kar. Hey. Hey. I need a laundry card. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? That's rules and regulations. Nothing I can do about it. Just the card, man. I need your name and number. You know where I can find the laundry. Yeah, they're in the room over there. You sure I'm not on the list? What's your name again? Leo. Who closed him? It's not here. Oh! Oh! Get over here, you idiot! Now let's get that card for you, sheets. Ja, kom. Ga je er maar in liggen, jongen. Hey, Dren, je kan hier. Kijk, kom eens. Je kan dat ding openmaken. Kom eens. Oh ja, ik moet erin, ja. Maar er moeten wel sheets in, hè? Ja. Hey, Ayus, hè? Dat is goed, ik haal wel wat sheets. Ga jij er maar in zitten. Oh, ik kan ook echt kijken. Sure, but it smells really bad, man. Really bad. Just suck it up and keep quiet. Yeah, yeah, yeah. It's still the smell, man. Oké, ik pak hier even wat sheets, ja? Ja, pak maar even wat wit wasgoed. Ja. Dan flikker dat er maar even in. Oh ja! We need more sheets. Ach god, ik ben toch bezig. Jezus, wat zit er nou te zeiken? Op mijn beeld komt er een enkele sheet in. Ik ben toch bezig, jongen. Oké, we're all set. Ja hoor, drie van die dingetjes! Ik zie hem gewoon zitten daar, Ja, nou is het wel goed hoor. Zo is het wel goed, nou. Waarom duurt dat zo lang met jou? Rij die kar gewoon godverdomme die kant op. Ja, ik zie je toch nog. Ja, nou en? Hier, ik kan toch heiden? Hoi. Hey. Zie je dat ook echt een gleuf in de voorkant dat ik dat ding over mijn hoofd trek? Hoi. Hoi. Ja. Maar als je op action drukt, komt hij er echt zo uit van, waaah, motherfucker. Nou, klap die kar die kant op, beetje koele joek. Shhh, staat hij hier in een paal aan te heuren hier? Jongen! Ja, maar het beweegt niet echt soepel hoor, dit ding. Nou, klap hem die kant op. Jongen, doe je dat nou zelf of ben... Andere kant. Nee, niet doen, dit is te droger. Waar kan ik met dat ding? Nee, je moet die kar naar de... Godzitari! Klap die kar nou gewoon die kant op! Ja, hij zit vast. Jongen. Helemaal omweg maken hier. Ik zal er even onder gaan zitten. Oh. Heide. Heide. Oké, okay, see what we have here. Kikaboo. Ja. Heide. Oké,
time to get rid of that guard now. Dan moet jij de bewaker afleiden zo. Ja, waar ga ik heen nou dan? Oh, ik ga weg. Ja, dan, ik kijk wel even naar jou. Dag, hè. Tjus. Ik zie wel een kaartje, hè. Maar ja, ik moet die deze bewaker afleiden. Als ik er weer uit moet, denk ik pas. Get the hell back to work. Zometeen, hoeveel. Je moet nou eens naar mij kijken, denk ik. But there's a problem with the washing machine over there. Oh yeah? What's the problem? It's, wat doe mijn ventje nou? Die gaat er gewoon uit! Doesn't look broken. Stop lying. Get back to work. Wat moet ik hier nou mee doen dan? Ja, je moet jezelf verstoppen. Wat zit jij nou raar te doen? Pas op, je nee. Wat kats betrapt. Ik moest steel sheets moest ik doen. Ja, maar hallo, ik kan daar niet heen. Je moet me helpen, jongen. Oh ja, ik moet jou helpen, ja. Nee, gain access moet je hebben, ja. Dus je moet, ga daar eens heen. Die deur. Klop even op dat deurtje. Oh. Nee, oh, terug. Ga erin. Nee. Maar zie je die deur, die bruine deur? Ja, dan moet je even kloppen of zo. In of zo. Ja, ik klop dan op deze deur. Hey. Jij moet hem afleiden. Je moet eerst zorgen dat die vent daar weggaat. Ja, afleiden. Ja, hier. Ik doe het. Nee. Hij kan hem niet weghalen. Wel, there's gonna be a fight. Ja, fight. Ja, ik heb net al gezegd. Fight! Ja, ik heb het al eerder. Dit stuk heb ik al eens gezien. Gewoon fight aanklikken. Ja, jongen, kijk, daar ga je weer. Klop nou op die deur. Nee. Ja, klopt nou die deur. Nee, dan kan hij de deur kloppen. Er zit toch helemaal niemand op die deur. Zit die... Oh, ik weet het alweer. Ik weet het weer. Ga nou. Nee. Zit die vent? Ik weet het al. Ik weet het. We gaan maar gewoon zelf even kijken. Wat ik heb het spel nog niet gespeeld. Je moet die vent tegen elkaar opzetten. Ja, hier. Provoke staat er. Ja, nee. Kijk, godverdomme heeft die vent dat al. Oh ja, ik heb die game een jaar geleden... Ja, er ligt iemand in. Ik heb die game toevallig al een keertje gameplay van gezien. Nou, dan kan ik toch niet helpen dat ik dat dan weet. Ik wist dat ik die game ging kopen. Ja, nee, maar dan gaat hij dat nog zeggen ook. Ik zou het dus even Ja, nee. Maar even moet ik dan een jaar wachten zodat jij die gasten nog tegen elkaar hebt opgezet. Als ik al weet wat je moet doen. Ja, maar dat is dan niet mooi. Van, ik weet het ook niet. Ja, maar wat moet ik dan aan doen dan? Ik heb die game een jaar geleden toevallig al gameplay van gezien. Ja, dan moet ik gewoon zeggen, ja Job, ik zit hier, ik wacht op jou, maar ik weet niet, dan ga je die vent in emmer geven. Nee, je kan dat komen toch zo achter. Alsjeblieft. Ga niet, ja, niet doen. Ga niet, zet die emmer. Wat zit erin eigenlijk, wat staat op Silver Star? Flikker die emmer op die vent niet. Ik kan het niet neerzetten, ik kan het niet. Oh, put down staat er. Ja, mooi. Somebody was the leader. What are you doing, inmate? Get away from there, go on. Ik heb zo'n krap op je klapper, hoor. Ja, ik ga gewoon lekker nog een keer doen. Whoa, what are you doing, inmate? Get away from there, go on! Doe jij eens aan de deur dan, ik wil wel zien wat er gebeurt. Ja. Wel, doe eens. Ja, wacht even, dus. Ja, maar daar hebben we. Ja, die zit er niet vrij. Hallo! Ik zie. Zo, dat was wel spannend, ja. You think it's okay, what he just said? What'd he say? He said something about your mother, and let me tell you, it wasn't pretty. Hey, asshole. You talking shit about my mom? I don't give a shit about your fucking mom. What the fuck you say to me? Come on. Come on, get him up, come on. You little bitch. What the hell? Break it up, guys. Stop. Enough. Get out of the way. Come on now. Get off each other. Stop! Ja, maar je weet toch dat ik wel weg ben als waarnemer. Kijk, en nou moet jij daar tegenaan gaan staan, dan kan ik dat ding erin leggen. Oh, ik ga ook gewoon even crap sheets. Je moet gewoon heel veel sheets hebben. Ja, ik heb die jou eentje neergelegd. Now we need to put the sheets into it. Ja, hier. Ja, je moet daar bovenop, denk ik. Ja, hier, wacht, ik ga hier tegenaan staan, dan kun je op mijn klimmen, toch? Of niet? Ja, kijk, je kan hier, kijk, ik kan hier een kopje doen. Oh ja. Oh ja, dan moet ik dat ding indrukken toch? Moet ik een sheet hebben? Klim er dan op!
Je moet toch wel eerst een sheet hebben? Nee, je moet het toch afklimmen, jongen. Ik klim ze niet toch aan. Wat een poesie zeg, ik kan er gewoon boven die kast gaan klimmen, ik kan er gewoon zo'n emmer pakken. Dat is de ding, steekt gewoon half uit, maar dat maakt niet uit. Nee, ja, die zie je vanaf hier niet, hoor. Nou. Ik pak wel, ja. We hebben het niet meer nodig. Dan gaan we weer weg. Zo, we hebben een cool sneak. Hoe komen we daar weer uit dan? Oh, dat doet de game al voor ons. Ik weet niet alles van die game, maar ik heb wel toen een keer een stukje gezien. Daar kan ik ook niks aan doen, hè. Ja, ik heb ook wel een stukje gezien, maar ik let daar niet op. Nee, maar als ik dat onthoud en ik weet wat je moet doen, dan kan ik moeilijk zeggen van... Hey, ja, ik ga maar even rondkijken wat met die wasdrogen moet doen. Dat zal vast iets zijn wat je moet doen. Nou, dat gaat vast. Ja, dat kan inderdaad gewoon, maar dan kom ik er ook wel achter. Ik kan ook een keer maar drie dingen doen. Heeft die vent nou drie lakens gepakt? Een klein lift zag je dan. Ik ga eerst. Ja, ik kan niet eerst al die druk. Hij had net maar drie lakens gepakt, ik telde nou al zes. Nou, ben ik hier. Wat is dit? Ik weet niet, waarom moet ik net kijken? Oh, ik had een kaart. Ja, die kan mij toch niet zien. Waarom is dat net? Kijk, ik zit heel spastisch hier aan dat hek. Even kijk dan. Wat ga jij nou doen dan? Gaat je een paal huren? Ja, ik heb zin, ja, kijk. Ja, ga een spelen. Kijk, ik heb een aanval, zie je dat? Oh. Gaat er zo langzaam. Je ziet toch dat er fucking luik in de grond zit, joh. Ja, 1, 2, 6. Ja, ik ook wel. Ja, flikker het daar maar neer, dan maak je nog geen lawaai. Bouts. We hebben nog meer lakens nodig. Ready to get down there? Really? It's pitch black. We need a light. En dan springen ze er gewoon in. Fuck it, I'll go first. No! You okay? Ja, dan moet een lampje fixen. Oh, ik ben al hier beneden. Yo, kerel, kijk hoe hoog dit is, man. Hoezo heb ik eigenlijk een lamp nodig? Ik zie je toch. Can't see shit. Kijk mijn beeld. Waarom ik doen? Oh, je moet. Oh, ik kan pas wat doen als ik een lampje heb. Ik heb hier wel een grote lamp. Een zaklamp, denk ik. Hier daar. Ja. Die ligt daar ook toevallig. Ik kan toch ook met een grote paljassenlamp komen schijnen. Ja, dat is veel makkelijker. Ja, er is natuurlijk een stopcontact aan. Ik kan er dit toch zelf gewoon in, ik kan het zeggen. Wat ben jij dan? Oh, daar helemaal. Goedenavond. Hoe de hell did you end up there? I just slid down a bit to the left. What? It was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smart ass, huh? I'm concerned about lighting up a dump. Oh, ik kan hier gewoon zwemmen. Damn it, this water smells like shit. Well, it is shit. Are you being funny now? No, I'm just stating facts. You're waiting in actual shit. Fuck you, man. Ik zit onder de strand. Ik ben daar blij om. Hey Leo, a valve. Go check it out. Ja, daar was ik net al, maar ja, toen was het donker en die man van mij is blind in donker of zo. Ja, ik schijn zo wel. Oh, al die strand, zag je? Ja, bij je moeder was een opening. Ja, ik kan daar toch in de strand. Ah ja. Nou, ik wil bij Persen eerst in, hè. De radio leren is dit zeg. Helemaal rechts. Hey Vincent, I need some light over here as well. Another valve over here, Leo. Looks like that one stopped the water flow. Waarom kan ik hier niet gewoon overheen klimmen eigenlijk? Ja, waarom kan ik hier niet gewoon overheen klimmen? Waar kun jij er niet ergens van heen nou dan? Mijn kant op.
Maar dan moet ik daar die deur opnieuw zetten. Oh, dat is een deur bij jou weer. Nou, ik weet niet alles meer. Maar... Oh, ik kan rennen, sorry. Oh, nou moet ik. Vincent, hand me the flashlight. Ja, Vincent, hi. Koekoek. Zet mijn lul erin. Zet mijn lul erin. Steek die maar in. Ja, ja, pak mijn lul maar vast hoor. Het is toch doen. Ja. Ik ga dat ding niet afgeven, ben gek. Ja, geef dat ding nou af. Jongen, jongen. Ja, hè, nou. Dag, hè. Ik ga eruit. Ik ga slapen. Wat rust in dit. Hier, ja, zou jij mogen het... Hoe bel je? Je mag ook een bier en een flesje hebben. Nee. Nee. Oh ja, nee, is goed. Je moet wel wat eten nog moeten. Nee, 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 dat breng ik straks even weg. Was wel lekker hoor. Dat was dus aangerust trouwens. Ja, dat was wel lekker. Dat was lekker, hè? Ja. Doei. This should work. Ik kan dus even nog iets pakken. Hey, niet veel geluid maken. Het is echt een goede gevangenis dit. Ja, mag dat lampje even terug? Nee, blijkbaar niet. It's locked. Vincent, help me. Ja, hoe kan die dat nou weten? En tegelijkertijd, tel maar af. 3, 2, 1. Godverdomme. Kijk hier, ik doe dat aardig. Let's just hope there are no rats down here. Probably is. Yeah, like I said, let's hope there aren't. You're not scared of rats, are you? Maybe. Niet zo snel, jongen. Ik heb geen lamp. You know, whatever. They're disgusting. Right. Ja, ja mooi, hè. Lekker gedaan. Even wat? Ja. Ja. Kijk, hier zit een ding. Daar moeten we komen, daar. Maar als jij hier daar nou blijft staan? Ja. Nee, hier ga naar rechts. Hier, kom eens naar rechts. Kom eens terug. Naar hierheen, naar rechts. Dan gaat deze erin. Hier links. Nee, deze erin. Er zitten twee deuren hier. Hier. Het is allemaal dicht. Nee, kom. Ga er eens in aan. Het is dezelfde gang als net hoor. Oh ja. Oh, hier is nog een gang. Oh, never mind. Ah, ja. Shit. Oh, politie. Guard, up there. Nou, goeie. Ik ga dan even naar beneden kijken. Vastgemaakt, een stukje hout en een beetje golfplaat. Oh fuck. It's too high, man. Ja, nee, dat gaat. Hang met de rug tegen elkaar. Oh, we hebben het ook al een keer gezien. Hier. Give me your dat is wel super gay. Because I've got an idea. Turn your back against mine. Ik heb in de scouting gezeten of zo. Are you kidding me? Just remember to push against my back. Lekker man. It's never gonna work. It's too high, man. I used to do this as a kid all the time. You're nuts. Easy now. Oh, kut, ik heb gemist. We go together at the same time. Tegelijkertijd, hè? Wacht even. Ik kom in hem op. Ja, dan moet jij af. Ah, hou maar, keep maar up. Ik ga lekker gewoon. Nee, je moet tegelijkertijd gaan. Ga je sneller. Whoa, 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 slow down. Okay. Ja, kan je dat bedoel ik? Ja, maar ben je niet traag dan? Oké, tegelijkertijd. Gewoon elke keer dat hij langskomt. Gewoon elke keer. Jij bent te traag. Oké, nu. Ja, ik doe gewoon elke keer, maar ik mis elke keer. Je hoeft niet per se in dat gele, hè? Echt wel. Echt niet. Echt wel, doe jij hem eens buiten dat gele dan? Oh ja. Ja, wat is die kaart? Ik ben weer langzaam. Ja,
sorry. Ja, dat komt door jij. Jij gaat veel hoger dan mij. Doe eens rustig nou. Nee, je moet heen en terug en dan bij elke keer moet ja, je... Dat snap ik ook wel, maar jij gaat verder. Nee, één hand. Hup. Hup. Ja, dan moet ik wachten. Ja, godverdomme. Ik zei... ik wacht netjes in die vent en ik gewoon aan kan gewoon verder. Donderstraal naar de richting. Nee, ik drukte op de knopje, man. Nee, niet. Hij slaat hem elke keer over bij mij. Ah joh, stel u aan, man. Wat? Wat doe jij nou? Ja, ik ging gewoon verder. Ik dacht dat jij hem ook had. Ja, jij gaat de hele tijd verder zonder mij. Wat doe jij nou? Ja, kijk, jij gaat helemaal niet gele stukje heen. Jawel, druk gewoon elke keer als je op geel is. Ja, dat doe ik, maar jij ging al veel verder dan mij. Nu. Ja, jij ging veel te snel. Kijk, ik zit in het... Kutspel, ik zit in het gele, man. Nu. Ah joh, wat een... Druk dan nu! Ja, dan kan ik toch niet in de gaten houden. Jij ook een keer. Ik moet daar ook een keer rekening mee houden. Jij die wel gaan missen. Dan ga je lekker een wc-pot eraf halen. Oh, daar waren we net ook hoor. Ja, alleen toen ging die vent verder. Nou, waar zijn ze de luik voor met schroeven? Ja, maar nu... Dat zagen ze vanaf beneden, zagen ze niet dat er luik voor zat, of wat? Are you fucking serious? A wrench would be nice. There's only one place you can get that, the workshop. Yeah. We gaan even naar de workshop anders. Ja, dan worden we godverdomme naar beneden zeker. Dat hadden we toch eerst kunnen bedenken. Ik zie vanaf hier, zie toch dat er leuk voor zit. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. Maar ze missen ons nog helemaal niet meer op bed, hè, weet je wel. Het is allemaal donker, denk ik. Die vent die moet er gewoon ook slaan. Maar je komt toch helemaal nergens als je hier boven bent, of zie ik dat nou verkeerd? Dan ben ik buiten. Waarom zijn we nou naar beneden gegaan dan? Ja, hetzelfde denk ik. Nee, dat zei hij net, dat kan niet. Oh ja, weet ik het niet. Geïnstalleerd, A Way Out staat, oh, dat is heel knap. Nee, Binky. You are live on YouTube now, Binky. De Binksmuis. Ja, ik ga zo even wat drinken pakken als we weer dit stuk gehaald hebben. Maak ook. Ik zit in de gevangenis. Nou, oké, we moeten dus een wrench hebben. Snuggle de wrench. Ik kan steken. Nou, zo, hier is een wrench. Hier, pak jij de wrench? Leid die vent af, ja? Ik ben gewoon lekker iets aan het schuren hier. Wat wil je? Wat wil je? Waar ben je? Ja, wat wil je? Heb je die hamer? Nee, niet die hamer. Wacht even. Ik kan niet zo tegen als dat ding niet goed is. Fuck if I know, man. You lose track of that shit here. Oké, okay, nu? Nou, nu moet ik smuggel de range doen mezelf. Moet hierheen? Ik moet dit ding aanzetten, staat er. De drill bezel. Nice. Het boor gaat er. Ik moet dat ding naar de cel smuggelen. Ja, ik moest naar dit ding in, stond er. Nou, ik weet niet waarom. Nee, je kunt gewoon dingen timmeren, maar dat hoeft helemaal niet. First day on the machine. En jij moet daarheen, denk ik. Dat is een meneer. Oh, ik kan hier door, want ik heb dat ding niet bij me. Hey, is this the place to get tools? Yeah, yeah, sure. Oh, ik ben er langs, hé? Until they blame you for losing them. Hey, watch it. Maar jij kan er niet langs, want jij hebt dat ding in je broekzak, dat is metaal. Is it always like hard to get a tool? Not at all. Why don't you give it a try? Go on. This could be fun. Hey, guard. 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 Can't you see I'm busy here?
Oh, je kunt dingen hierdoor ingeven, hé? Dan hoef je niet door de metaaldetector heen. Links. Maar waar is dat dan? Rechts, rechts, rechts. Ja, ja, nee, ja. Rechts naar die guard en de muur toe. Ja, ja, nou naar rechts. Ik denk helemaal in de hoek daar, denk ik. Want ik moest die kant op. Ja, daar zit ik, ja. Ja, hier daarop. Aito. Oké, nou kun je gewoon naar mij toe lopen. En dan kun je er ook langs. Ik kan gewoon weggaan, weet je wel. Ja, die gasten moeten daar verplicht werken. Hoeveel wij dat dan niet? Just geholpen. Hoi. Hoi, jongens. Homo's. Maar ik heb dat ding toch bij me nou, hè? Ja. Ja, dus hebben... ja, ga jij maar eerst! Ik ga hier door, inderdaad. Nee, nee, nee! Ja, dat klopt! Ja, ik moet hier staan! Jij gaat eerst, dan geef ik dat ding aan jou. Ja, goh. Ja, ja, doe dan! You know the drill. Ja, you know the drill, maar we hebben geen drill, we hebben een wrench. Get on the other side and help me. Dat ziet die bewaker echt niet. Ja, maar ga dat doen bij dat raam, joh. Meneer! Meneer hier, die poos. Hij heeft een ding bij zich, hoor. Dan gaat hij mij ook kili-kili doen. Hé! Hey. Nu weer terug. Ja, gewoon teruglopen. Ja, we hebben al vergeten in de workshop. Mijn portefeuille ligt daar nog precies, hè, joh. Hey. Gaat hij meneer hem niet controleren? Wow. They actually fixed something around here. Nee, dan moet ik gewoon toch naar de cel. Hoe de fuck ben je er doorheen? Ja, gewoon lopen. Oh, stop. Je hebt dat ding bij je, hè? Wacht even daar. Hey boys, there's a problem. Moet je afleiden. Let me show you, come on. Let me show you, it's over here. Oké, dan moet jij. What's going on? There's something going on downstairs. I think it's a fight. Jij moet toch naar de cel. Oh, wacht even, er staat een vent daar. Let's go. Er staat een politieman bij jouw cel, hé. Ik ga hem toch in jouw cel daar, hoor. Ja, wacht even, ik kom eraan. Dit is jouw cel, hè? Ik kom eraan. Waarom staat er een bewaker bij jouw cel dan? Ik ga maar eerst. Nou, we zijn genaaid! Oh, even stop dat ding ergens waar. Up against the bars, inmate. Oh, ja, nou, dat is kut. Did you hear me? I said up against the bars. Maar hoezo wij nou weer? Ik heb niks gedaan, joh. Hier, Bert van den Brink is er ook bij. Oké, ik heb dat ding aan jou gegeven. Wat ga je nou weer een link doen dan? Ja, nee, dat kon. Ik ga het niet in een boek leggen. Hij heeft mijn... Nee, zo'n bril heb ik ook op in het echt. Alright, arms up. Kiele, kiele. Back up against the bars. Ik heb niks gedaan, joh. It's clean. Ja, ik heb ook helemaal geen douche hier. Ziet heel schoon uit ook verder. Ja, missie volbracht. Ja, lijkt wel bij Jeroen thuis. Ja, het is mijn badkamer. Hey baby, you good? Dat is mijn bitch. Nee, dat ben ik. Dat is jouw bitch. Ja, maar ik had daar ook een keer... Ja, daar kennen we Harvey van, weet je wel. Ja, daarom, toen jij 6 maanden weg was. Linda heet ze. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Oh. Seems legit. Maar zij zat niet in het vliegtuig, hè? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? Ja, waarom eigenlijk? I don't know yet. Ja, omdat hij iemand heeft vermoord die dichtbij me staat. Ja, waarom zit jij erin dan? Jij had ook iemand vermoord. Ja, gewoon iemand. Dat maakt er niet uit. Ik ga heel eventjes wat drinken ophalen, hoor. Ik ben zo terug. Ja, even een pauze. Wacht even. Je zet hem op pauze.
Staat hij bij jou ook? Zet hij veel tot pauze? Ja, ik ben zo weer. Nee, wacht. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good. Yes. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call, or you want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Yeah? Carol, why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please, we've talked about this. We've talked about this. I don't want to say it all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to your siblings. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family. My own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please. You know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? Hello? Did you hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. Job? Ja. Ja, ik had die microfoon er niet goed in zitten. Goddom, ik zit al 6 keer Job te roepen. Ik liep weg en dat ding, ik hoorde stem. Ik denk, ik had mijn pauze gezet. Maar ging gewoon door. Ja, maar druk jij eens op start. Had je het wel gezien wat er gebeurde dan? Ja, ik was hier gewoon, ja. Ja, ik heb op resume gedrukt. Toen riep ik altijd jouw naam, maar ik had de microfoon niet goed in zitten. Ja, kijk, ik druk nou op pauze, maar het filmpje gaat gewoon door. Ja, maar ik heb nu ook op pauze. Heb jij nu ook op pauze? Ja, maar ik zie wel dat hij gewoon doorspeelt, filmpje. Ik dacht dat als je allebei op pauze nou, dan laat ik hem even zo staan, dan ga ik even drinken pakken, snel. Ja, oké, nou dan ga ik dat ook nu doen. Ja, is goed. Nou, ik ben zo weer. Een paar minuutjes. Ja. Twee minuutjes, ik ga heel snel. Oké. Zo.
Nou, ga ik nog geven, maar. Yo? Hallo? Bent u er? Ja. Oh ja, je zei niks. Ja, wat? Een ruzie hebben of zo? Ja, kom dan.
Ja, ik was even boterhammetje aan het maken, sorry. Hoe de fuck kook ik FIFA coins. Hoe duur zijn die? Weet ik niet, ik heb geen verstand van FIFA joh. Maar FIFA 20 is vandaag uit natuurlijk, hè? Nou, hij komt vrijdag uit. Oh, ik dacht vandaag al. Ik zal eerst verkrijgen mensen die vandaag aan het spelen waren. Ja, als je de 80 euro versie of 100 euro versie, dan kun je 3 dagen eerder spelen. Als je gepreorderd hebt, dan shit. Nee, ja, dan moet je wel de dure versie hebben gepreorderd. Ik kan niet geloven dat ik uit de shit soon. Dat heb ik ook gedaan, dus. Oh, ze gaat het zeggen, trust me. Ik sure hoop zo. So. Nou, waar zijn we? Wat moeten we doen? Dan gaan we hierheen lopen. Dan moet je denk ik opklimmen, dan kun je eroverheen. Kijk aan het luik daar. Dit denk ik. Oh, wacht. Oh, ik zag een geel puntje in beeld hier. Ja, want jij moet ook mee, hè? Pinky. Ja, ik kan dat soort dingen gewoon wel een beetje lostrijden. Dat poppetje is echt van... Oh, je hebt 10 push-ups gedaan of zo, hè? Nee. Zo, je hebt wel een ass van die 10 push-ups. God, samen. Wacht er niet langs. Oh. Oh, er is hier geen vloer meer. Ja, en nu? Kun je gewoon langs lopen? Hier is een deur, hé. Oh shit, damn, we gotta bust this door open. Okay, on three. One, two. Wait. Ja, met de thunder. It's timing with the thunder. Okay, sure. Wat doe jij dan? Ja, het dondert toch? Hey, ja. Huh? Just a couple of more like that. What was that? Shh. Ja, kut. Sorry. Binky! Ja, 3 keer. Altijd 3 keer. Hij nog eentje wat harder doet. Is hij weer buiten? Hey Vincent, ja. Yeah. See that tower? Ja. Yeah. That's where we're heading. Alright. Hey, watch out. Shit. Take down. Dan zou ik niet turn down taken dan, als iedereen rondjes te draaien. Nee, je bent gewerkt, hé. Waar? Hey, hier, kijk, hier staat hockey toch? Moet je niet wegslepen of zo? Nee joh, lekker laten liggen, man. Kijk, je hebt een nieuwe bezem gevraagd. Dan hadden we toch godverdomme meteen via hier gewoon al weg kunnen gaan. Je was daar al boven. Come on, okay. Yeah,
Nou, best wel op het dak, moment gewoon. En ik er dan? Je kunt mij vastpakken, hé. Dat is op de open wagen. Ik ga alleen nog. Vincent, let's go. Maar daar had ik toch straks een kron kunnen doen? Ja, dat is natuurlijk overdag. Hey, hurry up. Maakt er niet uit, dan waren we. Kijk, dit komt omdat jij die push-ups hebt gedaan, hè? Als had je mijn dikke kont nooit naar boven kunnen jagen. Ja, maar waarom hadden we dat inderdaad niet toen gedaan, man? Jij was hier. Hier dat was overdag en het onweer hier... niet, hè? Ja, dus hij toch hier kunnen blijven. Zo. Ja, what the fuck, hè? Hoezo? Nee, natuurlijk niet. Het zal vast meevallen. Het kantoor van de gevangenis van Beth van de Brink. Waar is hier de drank verstopt? Ja, drank. Moet ik hier per se nog zo dom healen? Dat helpt dan niet. Ze zien me toch ook wel. Oh, waar ga je heen? Nou, weet niet, ik moet het indraaien. Ja. Ik kom via het raam binnen. Die vent, wat is dit nou? Waar moet ik hier eraan? Ik heb de telefoon kapot gemaakt. Wat is hier? Moet ik eigenlijk hier eraan? Moet ik hierheen? Je kun je waarschijnlijk snel sneaken als hij straks komt. Waarom is het echt opstaan met de regen? Hij is dus dat open. Er staat niet. Hey, hier is een zieke boeg. Waarom ging je dan niet via daar? Dan was je er ook al uit. God, fuck in mij. Dat is wel grappig, hé. Hier lastig te doen. En nu? Oh, tegelijkertijd, oud ik. Jij eentje en ik eentje. Ben jij? Waar is het daarin? Kijk, okay, het raam is open, zie dat? Je moet bij mij komen, hé. Nee, andere kant. Nee, ik kwam vandaan. Hier links. Ja, ik dacht dat we hier ook heen kunnen. Pak jij links of rechts, wat wil je? Ik pak links wel. Ah, u, hè? That's the tower. Watch out for the spotlight. Nee. Dan moet ik wel passen. Lampzuitje. Oef, jongen, hij zag jouw kats. Ah, ik kan niet opklimmen. Nee, hoezo kan ik van je niet op? Oh, zo. Oh. En nu? Ja, gewoon lopen, die ziet niks. Onder die lamp gewoon, hè. Nou, take him out. Wacht even, is het 1 of 2? Ik ga naar binnen anders.
De lamp, ik kan een lamp doen. We just need something to slide down with. Iets hebben om te sliden down with. In die hok misschien hier. Oh, hier hé. Hier. Heb je het nodig? Wacht even dan. Je moet toch iets hebben of niet? Kom daar binnen dan. Waar is de deur? Daar, gewoon met de deur. Dag hè. Oh daar. Hey, oh no! Damn, that's pretty high. Ja, ik ga niet wachten. Nou, dat zal het zijn. En dan ga ik dan. Ja, juist hè. Ja, tuurlijk. Oh, die zijn zin. Te dik. Je hebt push-ups gedaan. Ja, kom eraan. Oh, nou, wat doe jij nou? Ja, ik zit tapt wel. Die gasten gaan ze op mij schieten of wat? Ik kan niet sneller dan dit trouwens. En daar ben ik dan. Nou, dan zijn we genaaid ook nog hier. Ja, dan moeten we rennen. Ja, ja, dan zijn we weer binnen. Ajus, hè? Zal ik helemaal geen slot op of zo? Oh, we zijn buiten, hè? Go, go, go! Ik hoop dat jij nog een nekschot krijgt. Hoi. Godverdomme, kom jij eens hier. Waar is voorop lopen dan? Jij hebt misschien push-ups gedaan, maar ik zat vroeger op hardlopen, hè? Ah! We flikken naar beneden hier. Nee, wie loopt er nou weer achteraan? Nou, dan zou je mooi mee weg dan. Dat was makkelijk. Ach, potlood is nog in de cel. Uitgespeeld. Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back-to-back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. Yeah. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. Heel serieus gezicht hoor, no. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Wat zijn dat ook even kuddeleus? Ja, ik denk in de toekomst, hoe we dat uitzeggen. Terwijl hun vertelt het verhaal aan elkaar, denk ik. En het is een soort van flashbacks of zo? Ja, dat snap ik. Maar ik vind het gewoon een beetje de kut. Ik ga hier links. Oh fuck, een helikopter, hè? Jij krijgt daar lekker niks van, jongen. Ik moet Leo vinden. Leo? Ja, ik ben Leo, hè? Je bent bij mij. Je loopt nog voorbij langs, hè? Dat is. Ik ga lekker. Ik ben weg. Ja, godverdomme niks. Jij gaat niet nog een keer zitten. Ik heb wel vieze schoenen, dat even weet. Oh, bedankt hè. Come on. Heb je handen zeker ook niet gewassen of wel? Waarom heb ik echt geen jasje aangedaan? Wait, there are cops everywhere. Keep your head down. Hoe komen die? Ze waren toch ook vol spring. Eigenlijk hadden we toch gewoon beter een bewakingsuniform kunnen aantrekken. Ja, dat trappen ze in. Ja, dat was toch veel warmer geweest. Dat is de politie, denk ik. Dat is niet de bewaking. Maar die, normaal gesproken, die binkies die er overal lopen, die ruik je toch direct? Die binkies die er lopen? Ja, wat doe jij nou weer bij mij? Hey, ga jij eens even je eigen weg? Oh ja, jij bent gepakt. Ja, ik heb hem vermoord. Oh nice, pak zijn zaklamp af.
Zijn ook iedereen zijn nek omdraait? Dat is makkelijk. Ja, dan moet dat, daar staan er twee. Er zit een vent op mij te schijnen. Je kunt gewoon bij mij erin als het goed is. Maar je hoeft in principe niemand te vermoorden. Nou, hoe kom je bij die twee daar langs dan? Dat kan wel. Ja, die moet je misschien even pakken, maar ik vind het ook wel leuk om deze gastjes gewoon te pakken. Oh, dat is een auto daar, die gaan we jatten. Wat ben jij eigenlijk? Ja, ik heb hier iedereen al vermoord. Oh, dan kun je naar mij toe. Ik ga deze kant. Shit. Dat doe jij dan één keer en dan doe ik die recht. Hè? Ja, dat is goed. Oh, jij bent hier ook rechts. Pak jij die rechts? Ja, nu, nu, nu. Ja, dat is een late reactie van die linker, hè? Die was laat. Ja, die zat te kijken van, hé. Hey. Dat is wel wat. Ja, dat waren Henk en Bettis. Careful. Okay. Oh, level 2. Dat is wel ineens een laat licht ineens. Maar ik hoorde ook honden net. Ja, ik hoorde ook tankies. Let's just keep our cool when they want to see us. We got men here, 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 and here. What about there? Nou, ik kom niet langs. Hey. Moet je daar doorheen, anders ga je daar doorheen. Moet je recht door. Kijk maar, hier staat maar één ventje hier. Die kunnen we gewoon pakken. Ik ga er gewoon lekker in. Nee, dat doe je al gek. Ik pak hem wel. Waarom pakken we zijn gun eigenlijk niet af? Hij heeft alleen een zakhand. Tuurlijk niet, die gasten willen nog een gun vast. Kom je in? Daar moet ik toch alsnog heen. We moeten hier nog rechtdoor ofzo. We hebben een vent uitgetekend. We moeten verder rechtdoor hier. In ieder geval zo'n auto, ja. Ja, dat weet ik niet. Ik zag gewoon via de rivier aan, joh. Oh ja, een brug. That's where we need to cross. Yeah, seems like the only way. Maar daar staat politie, waarom gaan we niet gewoon daar naar beneden? Dat kan niet. Ik denk wel dat je hier langs gaat natuurlijk. De helikopter is ook weg of wat? Oké, wil je klimmen of wil je daar langs? Ik ga hier langs. Oké, dan ga ik klimmen, dan pak ik die andere vent. Ik pak ze alle twee, dan kan makkelijk twee hebben. Nu. Denk het niet, Job. Oh, het regent. Ja, de container. Ja, dan wacht op de vuilnisman erin. Waarom staat er een willekeurige container bij een brug? Wat? Nou, die container, zo'n industriële container. Wat doet hij bij de brug? Ja, bij de van het huisje. Ja, zoveel afval dan. Misschien, hij komt gewoon één keer per jaar langs die Oké, moet je kiezen. Wat wil je? Go, onder of over? Wat wil je? Kies jij maar. Ja, je moet allebei kijken. Of Vince, ik wil zelf. Nee, je kunt kiezen. Jij wil Vince, ja, wil onder en ik wil over. Maar je moet ook kiezen met z'n tweeën welke je wil. Nou, ik zat zelf eigenlijk te denken aan over. Dan jij het hebt gekozen, wil ik het eigenlijk maar niet meer. Mij niet uit. Wil je onder? Ja, dat lijkt me wel moeilijk. Ik wil eigenlijk over. Lijkt me spannender. Ja, ik moet heel erg bekennen. Onder de berichtdeur heb ik gezien op in de filmpjes. Ik zal over. Maar ik heb het tot hier gezien, hè?
tot hier heb ik gezien. Tot waar als we ontsnapt zijn, na de brug, daarna heb ik niks meer gezien van de game. En toen is hij gestopt met de gameplay. Oh, dan moet je op vierkantje drukken, denk ik. Pardon. Nou, dan moet je daarheen. Ja, je had gewoon die auto dan. I'm telling you, this is gonna work. Just jump in the back and stay alive. Ja, naar mij rijden. Haha, ik had die auto gewoon. Cross the bridge. Is Kjou, hoezo? Dan moet je de rest van zijn kleren toch ook aanpakken. Die trapt het toch niet in dat je een half uniform bent. Kom full speed. Vierkantje. Hey, kom. Rauws, full speed. Hey, vierkantje, rozen. Damn it. Got any other bright ideas? Donder op, ga niet doorheen, rozen. Druk op vierkantje, ja. Full speed. Nu. Oh, ik wou drukken, oh, ik wou drukken. Just keep your head down and relax. Ik ga full speed, ja? Wat een cirkel. Ik ga gewoon full speed, fuck it. Ik wil echt mijn hoofd hebben, snel man. Ja. Zag je mij? Full speed, hey, Ayushe! Oh, ho, ho, ho. Oh no! GTA, you live! Oh shit! Ja, jongen, die ballen is helemaal heel erg. Oh, dat was niet de goede kant, denk ik. Nou, als ze ons nog niet te pakken hebben, weet ik het ook niet. Binky en Puk komen eraan. Daar is die bij je enkel schrijven, jongen, dat is shit. Ja. Wat ben jij dan? Ja, ik ben er van broer. Au, joh! Ja, hij heeft je ook. Ik heb het gehaald. Hey, je bent echt zo'n sukkel jij, hè? Je bent echt zo'n sukkel jij. En die extra je smel mocht je doen? Nee, doe maar niet. Doe nou! Hey, 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 doe dat niet! Ja. Wat? Je had het met mij! Ja, ik wou het zeggen. God. Hey, hij deed het niet. Ik deed het maar. Ik liet hem het ging in één keer terug. Misschien wel tegelijkertijd. Binky! Ja, ik doe nu wel zo'n drek. Ik heb nu wel deze video wel gezien. Maar normaal zou je mijn arm toch breken, of niet? Ik klap je toch met mijn onderlichaam tegen die rots aan. Dat is ook weer niet. Het is echt een metertje of zo. Kan ik wel met een vaat aanzetten. Oh, we zijn weg, joh. Die hond kan het toch ook achterhalen? Ja, die springt even de cliff in, ja. Die vet kan toch hartstikke ver springen. Het is nog maar geen halve meter, jongen. Maar dat is toch een eigen huisje. Nee, die is mooi. Mooi? Wat is het? Diamant of zo. Ja, Ahmed en Ali. Is. Hoe die terrein is. Hey, hey. Just tell him, this is the deal. You either take it, or no. Een mooie kerstlampjes. He says no. It's too much risk. The price must come down. That's not gonna happen. But listen, Harvey's not gonna happen. Oh, Harvey. I need to talk to you. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. All right?
What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. Sorry, boss. Look, Sean, you need to find him, okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are gonna... Not my problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how, just make it happen. Yes, boss. So you decided? Yes. Price down or no deal. Okay. No deal. Hey, mooi gouden guntje. Ja, wel een rare inrichting trouwens, die kerstlampjes en... Ja, en dat gewoon echt allemaal rich bitch en dan gekoppen action. Ja, drietal. Nou, mijn opdracht zit het bos in met onze mooie Yuko. Mijn witte shirts zijn wel mooi schoon trouwens van die regen. Maar wie heeft er gebeld dan dat wij vrij zijn? Ja, de bewaking denk ik. Het is gewoon zo corrupt als wat daar. Pinky. Pinky. Damn. Kwa. I'm hungry. Me Kwa. Too. I even missed that shit. Yeah, I'm off. Wouldn't say I miss it. But I got it for him. It's progress. Oh. Anyway, let's head on. Ja, ik weet ook niet, misschien komt dat wel. Ik denk die hebben ook klaar zijn, toch? Man, I'd die for a burger. We moeten die Harvey dingen nog van horen zijn. Ja, we zitten nog steeds in het bos, hè, waar die gevangenis ook zat. Dus ik denk, ja, de politie er wat tegenkomen weer. Waar ben jij eigenlijk? Ben je hier eens van gegaan? Of daar? Kom ik daar? Het is wel een mooi game, qua graphics op zich. Ja, het is oké. Ik vind het wel vet. Een vet spel. Animatie vind ik echt koud. Ja, de loopbaan iets meer gepunt, ja. Leo, help me out. Waar ben jij? God, van dat die vent wachten die weet. Oh jezus, ver achterloopt. Waar ben jij dan? Nee. Hey, ben jij dan? Kijk, waarom klim je hier gewoon overheen? Ach, die werd nog lastig toen. Dan kun je er zo overheen stappen. Wait. Just now. There's a camp down there. Nog een kamp. Mijn kamp is down there. But it looks empty. Yeah, you're probably right. Looks empty, dat vuur staat nog half aan. Misschien moet jij een jasje van je gevangenis uitdoen. Dat valt misschien een beetje op, Vincent. Het kan toch gewoon mode zijn? Ja. We gaan naar een kamp en je hebt een pyjama uniform of een gevangenisuniform, man. Ik vind het een beetje eng worden. Ja, maar ik kan me best voorstellen dat bij de Primark dat ze dat soort spullen hebben. Hey, hey. Ik ga je nat maken, hoor. Wat is super. Waarom loopt die vent zo langzaam wat water in? Is dat een auto? Nee. Wild animals. Catch one fish. Hey, we moeten vis vangen, hé. Ja, ik kan speerkracht, hè, dus daar ga ik wel even. Hey, laat me ook even een speertje maken dan. Ik steek jou neer, jongen. Als je even vis gaat vangen. Ja, die visjes zijn toch. Ja, jij moet toch hout? Pak even hout dan. Ga je hout zoeken in plaats van die ook eens. Ik heb toch al een speer. Ja, we moeten allebei. Kijk maar, catch one fish each. Ik steek jou nou gewoon met die speer neer. Oh ja, maar ik heb jouw hulp om, want die vissen zijn sneller dan ik loop. Ja, ik loop deze kant langs. Ja, jij moet ze daar pakken. Ik lok ze naar je toe steken. Oh, ik heb het al een, hè, Ayus, hè? Ja, hé, hey, jaagt hij ook even naar mij heen dan. Ja, hier is hier. Ja, alle, dat gaat dan niet. Trek ze naar mij heen. Ja, dus kom je jouw kant op, hé? Ja, ik ben er gewoon achter je, kan ik dan wel zijn. Ja, die pak ik. Steek hem neer, in zijn rug. Hier, 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 heel school. Loop dan naar de klok in, ik loop naar richting...
Kom eens richting jou. Nou, ik ga hier stilstaan en duw jij ze naar mij. Not bad. Het loopt alsof hij zijn broek gescheten heeft. Ja, het is echt fucking ondiep water. Je moet toch eerst... Nee, je moet toch hoed hebben, dat zei hij net toch ook, hè? Ja, waar moet ik voed vandaan halen? Ja, je moet die vis even hier neer, hoor. Ding. Ja, dan moet je natuurlijk wel nieuwe vis pakken. De Twix. Ik heb ook Twix. Echt? Ik heb liever een Mars op zich. Helemaal niet, mijn vuur moet ook hier bijna ook wel een beetje erbij. Ah ja! Maar rook valt wel op natuurlijk. Ja. Je zit daar een beetje fire. Ja. Hoe lang doe jij hier ongeveer de vis? Ja, nou, maar ook net zo'n ja, half uurtje misschien. Ja, die hebben hem helemaal donker zwart. Of zo. Donker zwart. Tasted like shit, man. Ja, je moet die kop er niet bij opvreten. Zo dan, dat is gewoon lekker zo'n visje. Als je de graad op begint ofzo. What about yours? Kijk, mag geen 100 meter gewoon, man. Zeiken. So you're a tough guy, huh? Well, ja, ik wel. Choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Nou, ik ben wel een boefje, maar jij niet. Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. Jij bent een beetje zo'n depressieve, altijd zo'n emotie. Jij bent een beetje emotioneel gezicht, vind ik, jouw poppetje. Wat? Emotie? Nee, heb die. Ja, die oogjes bewegen niet echt veel meer, zeg maar. De wenkbrauwen, zoals ze kijken niet echt. Kijk hoe fucking dikke aap jij hebt met zijn pakken bij hem. Ja, maar mijn neus, ze noemen mij ook wel eens de neus, hè? Ik ben Willem Holleder. Waarom? Willem Holleder is uit de gevangenis ontsnapt. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay. Ja, vertel joh, Harvey. Vincent. All right. I was a regular. Ik zie de wenkbrauwen bewegen niet mee. One day my brother. Ja, maar niet zoveel. En nou wel, oké. Let me guess. Dat die van jou bewegen wil, zo. Nee, zeg ik toch. Zo open doen, nee. Money was easy. En dat doe jij toch ook niet eerder, als jij nu praat. Oké. Okay. Too risky. So I told him I wanted. Oh, jij bent wel een boefje geweest. He killed my brother as a warning. Oh, nou lekker dan. After that I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Ja, wat heb jij gedaan? Weet ik niet. Geen idee. Sorry. Geen idee wat ik heb gedaan. Snoepgoed gestolen. You fucked me over, that's for sure. Ja, of mij in mijn kont genukt ofzo. Wait, you hear that? Oh shit. Het kan toch gewoon een willekeurige helikopter zijn en toen ik ze. Ja, misschien moet hij vuur uitdoen. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Mijn karakter is wel een beetje, soms een beetje boos, hè? Nou, kun je dan nog ooit gewoon in je huis gaan wonen? Ik bedoel, je wilt toch altijd. Ja, we zitten in een vliegtuig met een kogel FS staan. Ja, je moet je gezicht toch laten verbouwen dan? Ik kan niet voor jou wat verbouwen. Ik denk dat wij naar het buitenland toe gaan. Nee, als ik jouw gezicht nou verbouw, dan kun je... Ja, nee, is goed joh. Klap jij een paar... Zet mijn neus anders recht. Valt het meteen al minder op. In principe is het helemaal geen slecht idee. Als je je baardje zo afscheren en mijn bakkenbaden, weet je wel. Dat valt al veel minder op inderdaad. Ja, precies. Dat is wel op onze hoofdhaar eraf te doen. Dat zeg ik ja. Ik had meteen ook dat jasje van jou had ik meteen weggeflikkerd. Ja, maar misschien hoef alleen maar van kleding te verwisselen en dan kun je er gewoon langs lopen bij die politie. Hey, waar ligt daar op die stenen, bij jou?
Een andere steen. Oh. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. Ga naar rechts. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. Jij werkt bij een bank. What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Hey, een boerderij, hey. Look at that. You're making progress, Leo. Goh. There's a house over there. Let's check it out. Sherlock Holmes, aan wie? Kun je haast hem, of niet? Ja, ik zou... God, dat is echt een plastic dingetje. Dat kan ik toch zelf al weghalen. Een hond. Er ligt er gewoon plank op de grond. Dat zit dan niet eens vast. Dat leunen daar gewoon tegenaan. Moet ook zijn nek omdraaien. Is te zijn, ja. Een oud wijf. Ja, die trouwens een nek draaien kon. Oh, hij zou kunnen op tafel liggen. En daarna naait er in de reet. Maar hij heeft niet echt een nek. Old Betsy. Hey, I say we take them out. Ja, pak hem. Ja, mens. Ja, oh, we moeten weer kiezen. Tie them up or something. We really need to change clothes. We can't. Oh, ze hebben ons gehoord, hè? I don't like it. It's better to get them out of the house. What you have in mind? Ja. Barn over there. Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. Ja, die horses sowieso 100 euro. Ja, sowieso afmaken die gasten. Nee, dat is niet afdaken, daar binden ze vast. Maar dan weten ze wie we zijn, hè. Dan hebben ze ons gezien. Als je die horse doet, weten ze niet wie we zijn. Ja, dat maakt dan niet uit, ze weten nu toch ook wie we zijn. Natuurlijk, ja, maar ze hebben ons nog niet gezien dat wij in hun huis zijn geweest, dan weten ze dat nooit. Daar komen ze dan met die haar ook wel achter. Nee, joh. Ja, maar dan kunnen ze toch ook niet, dan weet je hoeveel kanarie er dan is. Daar komt de politie toch ook erop af. Ik zou de politie wel eens mijn paarden weglopen. Dat klinkt zo stom als jij dat zegt. Ik zou de politie bellen als mijn paarden weglopen. Ik heb er nooit een paard in het echt gezien of zo. Als ik een slagharen geweest, als een pony gezeten. Ja, ik ga mijn paarden weglopen. Er zit een hek omheen. Kom, doe die paarden. Zie ook een paar paardjes. Kom eens laten. Nee, kom, we doen die mensen. Nee, je hebt die brug heb je ook al gekozen. Ja, nee, toen heb jij gekozen. Oh, nou oké. Okay. Dan mag ik de volgende keer weer kiezen, hè? Front door should be on the other side. Ja, we doen gewoon de beste optie. Best. Ja, dat was die paarden, 100 euro. Kom op. Maar dus die cursus bekomen nou pas in de gevangenis. Was dat niet echt het eerste stuk? Nee, god, dat is echt wel jammer. Hè? Huh? Ik draai die vrouw zijn nek om en doet die man. Oh, hoi. Het is toch een eitje. Gewoon die vrouw zijn nek omdraaien. Dan ga ik de boom afzetten en dan is het. Ik heb zo'n shotgun. Die oude Betsy die komt er zo in, hè? Dat is dan wel een eind. Dat kunnen we niet. Hoe ga je erheen? Dat zie je toch. Die vrouw kijk je gewoon aan, hè? Gaat kukken. Ja, wat ben je dom? Wat ben jij? Dat weet ik veel. Waar moet je dan heen? Ik weet niet waar we heen moeten. Het is een subdued koppel. We moeten naar dat volk toe. Maar ik denk dat dit een foute keuze is ofzo. Zal ik... Nee. Wacht, blijf daar. Jij bent wel goed. Zal ik daar achter die trap rennen? Oh, Nee, jij wat, kun je niks omduwen of zo? Dat het volk afgeleid wordt? Dat ze bij het geweer weggaan? Nou, pak sowieso één van hun. Nee, één van hun pak sowieso dat die gun. Ja, je moet er gewoon heel snel heen. Dan zou je naar boven proberen. Nee, want je kijk moet je dus naar duwen. Kijk, staat er. Nee, je moet in de keuken een geluidje maken waarschijnlijk. En dan moet je er één heen lokken. Die vrouw oh nee, ik weet het al. Laat maar. Ik weet het al. Hij zei net naar de voordeur. Wacht even. Jij blijft hier? Blijf hier, ja? Aanbellen, ja. Ik zag de voordeur in één keer. Blijf jij binnen? In de keuken? Even een belletje tring doen, hè? Ik heb gewoon die voordeur dicteren. Kan ik weggaan? Oh, oké, jij moet die vrouw pakken, dan klap ik die wel op zijn neus. Is naar de voordeur, je moet naar de voordeur kijken zo, hè. Get back.
Who the hell are you? Pak je vrouw, pak je vrouw, pak je vrouw. Honey, he's got me. Nee. Ah, noob. Damn criminal. No more. You're gonna pay for this. Careful, honey. Just calm down. You're gonna be fine. They can't get away with this. Look at us. We're not gonna hurt you, I promise. We'll be out of here in no time. Damn Binky. Ja, hoe gaan ze uitkomen in no time? Die gasten wonen weer in de bos. Let's find some new clothes. Jij mag de vrouwenkleren aan. Dat is goed, ik mag dan maar de hoe heb jij nou weer een truck gezien? Hebben we helemaal in die schuur geweest? Hier, doe jij dat roze hoedje op? Ik doe dat hoedje, ik wil dat hoedje, ja. Mogen we zelf kleren uitkiezen? Dat zou wel vet zijn op zich. Ja, je mag dat uit. Ja. Ja, hier kun je allemaal dingen doen, hè? Hij doet echt een hoedje op! Kun je niet ophouden? Doe het hoedje op! Kom, doe het hoedje op! Let's get it right this time. Doe het hoedje op, dit paas! Ja, ik wil gewoon dat hoedje op, maak je niet op. I always wanted to learn how to sew. Ja, ik mag er niet op. Ja, een slaapkamer toe moet ofzo? Een kast? Hier is een, oh, hier is een kist, hè? Huh. It's better than expected. Helemaal niet, doe je die handig, zag je leuker. Ik kom uit, ik moet nou even kleren uitzoeken. Zo mag ik geen witjes ophouden. Ja, weet ik niet, misschien moet je een andere kleren aan. Die dikke vent had hem precies bij maat, dat scheelt. Nee, ik kan erbij. Ik kan een stukje doen. Maar jij gaat toch ook wel aanzetten, kut. Ja, jij moet even omkleden, hé. Hey, ik wil mee. Hey. Ik ga even schijten. Zo. Nou, en nu. Oké, nou hoedje op. Verdimmen. Ja, ik eet, dat hoedje is voor mij. Maar je mag hem niet ophouden. Oh, een homo spel. Nee, kijk, ja. Dat mag ik niet ophouden, dat is fucking leuk. Even kijken, misschien kunnen we nog wat meenemen ofzo. Dat is ook puffy. Get to the truck. Ik heb wel een dikke gun bij me nou. Waarom? Mag ik die niet even vast aan? Wacht even, kunnen we niet koekjes opeten? Let's get a fire. Oh, vuur. Mijn poppetje wil het huis in de fik zetten. Nee, ik kan het bij. Ga de banjo spelen! Alright, let's light it up. Oh, dat is een spelletje! Fire in the hole. Oh, come on. Godverdomme, dit is moeilijk, hè. Wat moet je doen dan? Ja, ik doe extreem. Oh, hier, ga jij, ik ga op de piano, ja? Welk level heb jij nou? Extreem. Ja, ik heb nog geen 6 knopjes tegelijk, rustig nou! Punt heb ik. 56.
Hey, waar de fuck is mijn trofee dat ik dit heb gedaan of zo? Mag ik even... Ja, dat dacht ik ook, man. Ik ga naar buiten. Ja, ik ook. Throw horseshoes. Het zijn maar minigames. Jackpot. Nog staan. Hij wil het niet meer. Fuck. Je moet er eens uit. Hello piggies. I rock. Kun je erop rijden? So you're living the life here, huh? Ik kan echt op paarden niet zeggen van aaien. Oh, maar we hebben toch paarden, hé? Ja, maar je moet met de truck. Ja, laat die paarden nog even los, nee. Anders. Waar ben jij nu dan? Hi buddy. Oh, hey. Want some hay? Ik ben in de schuur, maar ik heb een gastank. Die hebben denk ik nodig voor die auto. Ik heb de paard voor je gegeven. Nice. Ik heb benzine meegenomen. Moet je even kijken of je ook nog wat nodig hebt. Ik kan niet echt wat vinden hier ofzo. Pinky! En dit is een schuur waar ik nou in ga. Hey Vincent, get over here, I need some help. Ja Vincent, switch op joh. Hey, hier? Nee. Vincent, come over here and help me out. Ah, rechts. Ja, ik krijg wel een bullet. Hey Vincent, get over here, I need some help. Ja dan. Daar bij die deur. Dus dan moet je er nou weer af. Jo, ga dan maar af dan. Zo. Oh, ja, pardon. Hey. Ja, ik raak nu, hè. Ah, is goed. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Ja, we de sleutels wel meegenomen van die vent eigenlijk. Hey. Nou, hij dacht dat die Lambo... Nou, wie blijft een auto is er geen trek toch? I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. Ja, we gaan nu bij de garage, dan. Nou, ik heb al gas meegenomen in ieder geval. Dat is goed. We need a new tire. Let's look around and see what we can find. We could use this to fasten a new tire. Ik heb een duck range. It looks like the battery is out of juice. Waar moet de benzine in? Hey, there's a tire on the other side of the barn. Oké, je moet een band hebben en nog een batterij. Oh, wacht, wacht, stop, stop. Daar moet iemand aanhangen, denk ik, van ons. Nee, nee, die band moet je eraan hangen. Je moet daar omhoog. Kan ik hier omhoog dan? Oh, nee, je moet eraan hangen, denk ik, ja. Hang eraan, kom even naar boven. Waar is die trap dan? Hier rechts, naar daar. Ja, die is trouwens nodig. Ja, dan gewoon weg, jij doe je, ja, dat dacht ik al. Hey, wat is dit nou? Kutspel. Nou, daar hebben ze dus wel aan gedacht. Dat is gewoon echt altijd zo'n naaimolken zijn. Ja, zo'n kakventje.
Doe die andere, die rechts daarvan. Ja, of die. Zo, niet goed, of? Ja, op die auto. Ja, hey, hallo, hey! Ik ga naar beneden. Hij gaat automatisch, als jij niet weer gaat. Ja, daar lag een ding op de grond aan net, hè? Ja, je moet die luck range even pakken. Luck range. Here I come to school you. Luck wrench er even in. Alright, now it's attached. We just need to find a lug wrench to fasten it. Was die ding in mijn oor? De batterij moet erin, de batterij. The battery seems dead. Ik heb wel een idee waar die ligt. Alright, let's lift this thing and remove the support. Let's find something to lift the car. I guess we need to lift up the car before removing this. It's stuck. I guess we need to lift up the car before removing this. Do you? Yeah, I kept this. I kept a pinch bar. Ready, Leo? Huh. Hey. I can't, Tony. Hey, lift here. Oh, yeah, the thing there. I lift it. Ja, naar rechts, ja die ja. Dat is Tim mee. Alright, now I can roll it at least. Oké, okay, wacht even, ik heb een idee waar ik iets moet zoeken. Ja, je moet aan de andere kant pushen, push hem even naar buiten. Ja, waarom? Er zit nog geen batterij in. Ja, ik kan toch rollen? Ja, hoe wil je er weggaan? Dan rolt hij toch naar voren. Nog starten. Ik denk dat ik moet sturen. Ja, dan stuur je naar die batterij. Whoa, 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 what happened? Did you let go? I didn't let it go. Did you let it go? No, I didn't. Let's go get it. Ja, ik weet dat de batterij ligt. Ik zag toen we wegliepen dat je op die windmolen kon klimmen. These jumper cables might refresh the battery. Oh, hey, ik heb startkabels. Hey, ja, hier, deze, hij zegt hier kan ik die. Ja, is goed, maar ik wil wel even kijken hier, want er zit een ladder. Waarom zouden ze hier een ladder maken? Hier is ook nog een schuur namelijk. Is dat die schuur waar jij in bent geweest al? Ja, hè? Ja, ja, wacht even, ja, Vincent. This is getting pretty high. Why the hell did I come up here? Oh. Ja, nou, draai dat ding, draai. Let's get this spinning. Natuurlijk moet het, ik krijg er stroom van. Faster, faster. Nou, ben je er blij om? Ja, hij doet wel wat. Het is wel iets volgens mij. Ja, dikke lul. Ja, wacht, blijf even draaien. Ik ga even kijken waar die kabel in gaat, wat de stroom krijgt. Oh, ik heb een trofee gewonnen. Take it for a spin. Ja, goed. Cool. Oh, dus de trofeeën gaan samen, oké. Okay. Hij draait nou al, hè? Hij draait al het ding. Ja, waarom? Kan ik... Hier, ik kan ook pompen. Die shipboeven. Dus het ding draait. En moet je water hebben? Ja, ik kan even kijken. Water? Wil jij mij vergiftigen of zo? Misschien kun je zelf wassen. Waar ben je dan? Oh jee. Nee, kan niet. Waar was hier links dan? Ja, spelletje horseshoes. Hey Leo, nee, nee, try starting the car now. Whoa. Oh shit. This piece of junk. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes you just gotta have a little faith. Faith, huh? Well, I was doubting. Next time, just trust me, okay? Yeah, right. En wie rijdt nou dan? Oh. No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer.
Okay. Hurry up, please. En dit wou jij, hè? Thank you. Ik rij, hè? Ja, ik denk ik. Ik weet niet of je kunt kiezen. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh shit! Schiet hem gewoon voor zijn bakken staan. Je hebt hem gekund. Come on, let's go. Yeah. You drive. Come on. Ja, jij rijdt. Ja, inderdaad. Come on. Ja, klappen met die subwoofer. Ja, ik kan al niks. Ik zit in een loading screen. Ja, die vent schiet gewoon tegen die boom aan. En ja, ja, raak van op de. Net die auto gerepareerd. Ja, nu mag ik gewoon voor een manier rijden. Ik wil wel even een stukje rijden. Misschien gaat de politie achter je aan. Dat denk ik toch. Die auto toch voor niks gerepareerd. En dat is wel echt een standaard game moment. Hoe lang zou dit spel nog zijn? Ik weet niet. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik ben niet verder gegaan. Dat kampvuur, dat vissen, dat heb ik nog nooit gezien. Ik heb alleen maar... Ik heb gezien dat ze tot aan dat het daglicht was na de brug, zeg maar. Dat ze daar liepen, richting dat kampvuur. En voor de rest heb ik nog niks gezien. Dat kampvuur en zo had ik nog nooit gezien. Maar ik zou... We gaan nu denken, oh, je hebt maar die Harvey van nodig. Ja, wij gaan naar die Harvey gaan we toch. We moeten onze naam zuiveren, toch? Tenminste, jij. Ja, maar ik denk dat... Nou, jij allemaal op de weg, hè? Met je klapper. Dat is... Ik moet schieten, denk ik. Ja, ik ga rijden. Hey, wat is dit nou? Moet jij niet gaan schieten ofzo? Ik kan niet zo niet... Die gasten die... Ja, ik wil nog zeggen. Zou je die oude politieauto's niet van ons weghalen? Zal ik even stoppen met toeteren, man? Wat doe jij nou? Ja. Dit klapt zo het ravijn in. Dit klapt zo het ravijn. Als jij die politieauto's nou iets beter van ons afhoudt. Ja, maar ik moet herladen, hè. Ik heb een shotgun, ik heb geen automatisch wapen. Hey, is het makkelijk recht als ik dit doe? Nee, op zich niet. Hey, die gasten het leuk in ons. Hey, dude. Goed, Jesus. Oh no. Ze hebben mij kapot geschoten of wat? Yeah, yeah. Hoezo kon je niet verder rijden? Ja, ik zat vast. Tjoh, die chauffeur heb ik weer. Ja. Die politie die komen met veel meer... Maar ik schiet die vent toch dwars! Je schiet er geen één kapot. Ja, nou, ik schiet hem dwars door zijn raam in! Ja, daar zit die vent, dan schiet ik hem toch kapot! Ja, je moet die motor toch kapot schieten? Oh, zo! Laden. Ik van een beukje krijgen. Oh, kijk, zet hem helemaal vast hoor. Ja, dat wordt hem niet meer. Hey, helemaal gewoon. Die is eentjes weg. Die is ook weg. Hoe lang houden die is het vol? We kunnen een band ook lek schieten hoor, dat is nice. Oh, ik hang erachter hé! Oh, nice. Ja, jij niet.
op de tering, jij. Tuurlijk, je moet herladen als er die leutjes komen. Dan gaan die auto's mee, man! Ja, hoeveel politie kun je oproepen? Oh! Oh, hier nog een stuntbeeld. Stuntbeeld, daar komt ie, hè? Hoppa. Ik heb het gehaald, hè? Nog niet. Moet ik er rennen, of hoef ik niet te rennen? Ja, ik denk dat je gewoon op de weg moet houden. Ja, maar ik kan wel rennen, zeg maar. Ik weet niet alleen niet of het nee, moet. Doe maar niet. Dan je gewoon doen. Gewoon klappen. Dan moet je... Jij hebt het gehoord, kutje. Waar kijkt hij naar? Hé, hey, neem een shotgun dan mee. Je een boot, hé? Ja, dat gaat lekker snel, wil je zeggen. Ja, met die pedals. Ja, ja, dat gaat... Ja! Ja, inderdaad, hoe dan? Dan schiet je toch ook kapot, of niet? Wat ik zeg, en dan ben je daar aan het peddelen, die gasten die staan er met twee. Zo'n handgun die schiet ook een paar meter verder nog, denk ik zo, als je op de kaart staat. Ja, ja, gaat ook wel snel, ja, hoor. Kijk, daar de politie helemaal niet langs de kant langs in kunnen lopen of zo. Of een helikopter of honden of zo. Nee, god. Ik kan het toch ook nu gewoon. Ze zijn nu toch weg, ik kan het toch links uitstappen. Maar dit is sneller dan lopen. Je hebt gewoon opgegeven. Wat is dat dan voor water ineens? Start rolling. We need to get going. Ja, je moet hem niet kapot maken. We moeten allebei aan dezelfde kant. Nee, andere kant toch, anders gaat hij toch... Ja. Hé, hey, niet roeien dan. Weet je hoe je een boot werkt of zo? Nee, ik heb geen idee. Fucking... Oké, jij blijft gewoon daar, dan blijf ik gewoon hier. Ja, oké. Gewoon rustig. Oké, ik ga nu naar rechts sturen, ja? Ja. I really saw something though. Probably a fish. Yeah, whatever. A fish. Probably salmon. You know what? It could have been a crocodile. Seriously? Ja, rechts is beter volgens mij. Ja, volgens mij zit er water van inderdaad. Oké, nu jij links doen. Godverdomme. Ja, nou daar gaan we dan, hè? Draai nee, even... peddel jij dan? Nee, de andere kant, peddel. Oh ja, ja, tuurlijk. Ja, sorry, pardon. Ja, jij niet! Oh no! There are probably bears in these waters, Leo. Huh. Peddel, meer. Oké, stop. Oh, naar de andere kant, naar de andere kant, naar de andere kant. Hé, hey, je kunt toch hier langs? Ja, naar de andere kant, we moeten naar rechts. Naar de andere kant, niet peddelen. Peddel, ga naar de andere kant, jij. Ga naar links. Nee, je moet. Anna, ga jij aan de andere kant zitten? Oh, ja, zeg dat dan. Verdomme, wat ja, dat weet ik toch niet. Links, jongen, staatsmogolen. Ik heb een rammelbeel. Dat is verdomme een bootwerk. Oké. Hé, oma. Ja, oké. Hou jij op welke kant? Oké, ja. Ja, maar dat gaat niet goed. Jawel, hoe net. Dan kom je toch een waterval, jongen, dat is niet normaal volgens mij. Ja, pedal, pedal, iets meer. Ja, oké. Nee, nee, stop. Ja. Sorry. Ja, God, ja, ik zag die steen niet. Misschien was het niet zo slim idee in die boot. Ja, gewoon lekker die waterval pakken. Meer.
Hey, je moet me helpen, jij zit aan die rechterkant te klappen daar. Daar komt daar een waterval aan hoor. Just stay in the boat. I think we're through the worst of it. The rest is just a smooth ride. Ja, smooth ride. Een dikke Ari. You spoke too soon, Leo. Look straight ahead. Een mooi uitzicht terwijl we doorgaan. Holy shit! Met een houten bootje, ja ja. Ja, dit valt best mee. Het is wel best wel stijl. Het is niet eens, ik bedoel, totaal niet stijl. Links, 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 links. Links. Nee, nou, aan de andere kant. Ruin, Rauw, Rauwse, harder, 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 harder. Ik kan niet harder! Ja, ja, onzin zeg. Oh, die hele boot is aan de voorkant aan de touwtering. Zo denk je dat hij ook met de stroming mee moet gaan. Ruin, meer. Oké, ho. We're not done yet. Oh. Andere kant. Ah, nee, de andere kant. Pedal. Links, gewoon links aanhouden. Links, daar links. Oké. Okay. Dan kun je het allemaal tussendoor. Jawel. Ja, dat kan net. Kan net. Nee, andere kant. Nu nou rechts. Oh, tering. Oh. Oh! Nu niet aan de kant. Oh! Ja, dan komen we toch nooit langs, dus die stenen. Hoe kunnen wij dan nou weten dat dat steen is? Hij is, hè? Ja, hij! Wat voor de hel ik hier, hè? Vincent! Ja, I'm coming! Alright! Ja, help mij eens een keer, jongen. Ik zit jou de hele. Haha, nu wordt het alleen maar moeilijker, hè? Ja, nou, jij bent nu straks ook dood laten gaan. Ja, hold even dan. Wat smeren op zeg. Ik duw hem er toch straks in. De eerste kans is jij krijgt een klapje met naar beneden. Ja. We kunnen dat goede bootje gewoon door die stenen die daarvoor lag gewoon kast doorheen geduwd werd, weet je wel. Hé, hey, stad. Ja. Woont die vent daar? Nee, die vent, wij zitten op een tropisch eiland toch? Met amare bieren. I know what you're thinking. Going after Harvey won't be easy. I know. But I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. Hey, there's some Hawaiian blue shine, yeah. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job. They blow you up. You ever heard of a Black Orlov? Oh, that's a diamond, naturally. A diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Nou, jij kreeg geen flashback, ik wel. Oh, is dat mijn auto? Dat is mijn auto, hé. Boah.
Hij heeft ook zo'n blouse aan. Ja, het in de moorden was of zo. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. No, I'm not trusting nobody, my friend. I booked him. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Oh! Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over, now! It's nothing personal, it's just business. Give me the briefcase. Vanuit de neus. Ja. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Doorspoelen. Ja, dat is allemaal van. Nee, we gaan niet doorspoelen, maar we moeten wel het verhaal volgen. Ik mis Bert van der Brink wel een beetje, hoor jij niet? Ja, ik vond aan de ene kant vind ik jammer dat ze zeg maar, ze hebben dan echt dat gevangenisverhaal. Maar dat is eigenlijk maar heel klein of zo. Een meer intro inderdaad. Ja, maar aan de ene kant, ja, dat is de bedoeling denk ik, hè. Nou, ja. Way Out, je denkt inderdaad dat je inderdaad de hele tijd moet ontsnappen, maar ik denk dat je ondertussen zeg maar ook nog wel voor de politie moet vluchten, hoor. Meer. Ja, maar dat wel meer en langer gekund in gevangenis. Maar kijk, nee, mijn hoofd vindt hij natuurlijk dat wel ontsnapt zijn, maar dan kom je ook op politie, denk ik. De politie gaat harder opzoeken, neem ik aan. Ik vond. Waarom doet Joch dat zo raar? Ja, dat zijn wij toch in? Wij zitten op die vader. Ja, maar dan is dat toch heel leuk. Alex? Toch leuk als je pa ziet dan dat hij vrij is? Ja, weet ik veel wat dat kind denkt. Dat kind wist ook niet dat hij in de gevangenis zat, volgens mij. Ik weet toch wel waar is je heen aan boodschappen doen? Nee, dat zei hij toch? Ja, yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know. Mijn vrouw leeft nog. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. Ja, die deur is heel dat. Knap je op af. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes, shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Wel een beetje dikker dan mij, of niet? Een beetje dikke pins.
Nee, 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 maar bij ja, mij is het echt spier. Bij jou is je het hebt echt niet, gewoon ja, weer, je is het hebt gewoon die weer push-ups gedaan in de gevangenis, hè? Oh. Welkom to Peach Ach, Sunrise Trailerpark. We hebben het kampvolk hier, hoor. Ziet er ook mooi uit. Hier, die boerse auto staat ook daar op de sloop, zie je dat? Ik heb mijn jij getrapt. Maar had jij die jas ook niet aan toen je de gevangenis inging? You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we gaan ook bij mijn gezin op bezoek. Oh, oké. Okay. Life looks rough out of here. You got that right. Never actually set foot in a place like this before. Nou, die is het niet. Oh, yeah? Mr. Fancy Pants with a college degree and a banking job? Not like any of that helped. I'm here with you now. Should be happy. I'm great to be around. Keep telling yourself that. Nee? Anyway, zie je het? Let's find your family. Nee, is dat maar volk achter thuis? Ik denk deze. Oh, hier! Jop, Jop, Jop! Kom! Kom, kom, kom. Ah, kom, laten we ons wippen. Kunnen we niet wippen? Ah, wat een onzin. Oh, kan wel, yes! The hell are we doing? No, I didn't. Yeah, what a good spell. This is getting awkward. Ja, wippen dan. Wie gaat er even heen en weer? Ik kan een nachtje. Yeah. Ja, doet hij niet. Ik denk dat ik daar woon. Hier, dit is een caravan. Want je vraagt geen trofee voor. Ja, we hebben gewoon gestart dit. Ja. Maar voor het andere, die... Hé, hey, kom eens hier. Wie is er aan het wippen? Ja, hier. Die zijn ook aan het wippen, wij waren ook aan het wippen, maar wij deden wat anders. Yo, hoe hard kun je het een keer gaan in caravan? Excuse me, quick question. Hang on. Kijk, ik ga lekker gewoon wat doen. Ik ga het doen. But I'm wondering, have you seen a 30-something woman with a kid? This tall? Yep. She's hot, right? Of course she is. She's my wife. Ja, ik heb je joch hier. Hey Leo, someone was the I think last I see time... your kid down there. Let's check it out. Ah, ha, ha. Hey Leo, come here. Ben jij? Wat daar? Dat maar afschrik maar jij. Zo, kind. Ja, hey! Oh, politie, ja, dat dacht ik al. Cops. Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure. Dat kind Joch en ik achter die moeder. Ja, je zit daar het hekkie, hoor! Hekkie? Hekkie? Ik heb weer maar een hekkie. Ik woon op de vierde etage, kut. Joep. Nou, daar gaat u heen, hoor. Duda, duda. Moet ik niet even die caravan kijken of zo? Nee, dat was niet echt heel streng voor ofzo. Hey, kut, waar was die kerel? Was die muur daar net ook al? Dat was een klein kusje. Nou, dan ga ik even wippen hoor. Even wachten. You okay? Yeah, yeah, I'm fine. Good. Hey, Alex, look who's here. Alex! Is niet echt blij of zo? Hij heeft niet de neus van zijn vader. Waarom is hij zo achterlijk? Ja, omdat ik er iemand... Hij is ook weggeven. Kun je toch een boefje? Kun je nog wat bottes doen? Don't worry, ja. Nee, gewoon... Just a little bit upset. Aan Harvey geven. He found out. Yeah. Kijk, hij wist het niet. Oh, shit. It's okay, baby. Come here.
This is Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Ma'am. I need to tell you what's going down. And him. Yes, but first you need to go talk to Alex. Ja, Alex, je gaat eens even elkaar mee bij de kutkeert. Je gaat even met de kop onder de motorband, onder de band van die motor doen. Met de laatste vraag, dan moet je helemaal vader gaan spelen, want kut. Nee, ga Joch even corrigeren de bobberen. Ga jij eens aan de kant, joh? Hey, wie woont hier nou, jij of ik? Hij in een aardbak, ik zal er even mee... Hij zit zo'n raampje, kijk! Wat een kak! Ik kan je helpen. Hey, wil je naar rotzooi met mijn vrouw daar? Hey, ik sta hier achter. Hey. Ah, ik zie je. Pak hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Heb jij hem? Hey, hoezo staat er niet bij jou? Hey, Stijn zit te kijken, Job. Zeg even hoi tegen Stijn. Oh, dat is hier, hoor. Ja, die Stijn die kijkt gewoon lekker mee hier, hoor. Als die Stijn al even online komt, met zijn paljas. Wat moet ik nou doen dan? Ik moet naar een boom meteen gaan. Ik moet terug. Wat zit je nou met mijn vrouw te rotzooien? Ja, ik doe. Grab me a wrench from the shed over there, please. Het is gewoon totaal aan de jocht, die foto. Oh, wat droog daar. Ja, waar is die boom met dan? Dat is een fucking kamp ding. Oude snabbelaars, hij zegt dat je een oude snabbelaar bent, hé. Hey. Ik heb 100 gegooid al. Hé, hey, hallo? 125. Stijn praat tegen jou ook, hè? Ja, wat? Ik kan het niet zien. Ja, op de YouTube, in de chat, hij zegt dat je een oude snabbelaar bent. Ja, ik ga even naar YouTube. Jawel. Ik ben je vrouw aan het sieren. Waar is die boomert nou dan? Ik zie hem maar geen boomert, man. Oh, hier. Zijn hier geen online boy? Hij heeft geen online, hij is scare. Hij heeft toch eigen bedrijf, man? Hij heeft toch money's, daar zwem je toch gewoon in lekker, man? Ja, man, in de bank. Oh, ik mag er niet in. Er zit je ook mijn motor te jatten hier. Ik heb echt een mooie neus, trouwens. Godsamme. Ja, is maar je neus. Is mij jouw ink. Dit is ook zo'n hoedvlog, dit, hè? Een dikke hoedvlog. Ja, ik zal het even maken. Ik kan iets maken of zo. Ja, zeker als ik er wat op kan zetten. Jawel, je moet even R2 hold. Staat er toch? Ik heb een hamer nodig. Heb jij een hamer? Ja, kom even hierheen en help het ding maar. Ja, je moet dat kind toch helpen? Ik ben net ontsnapt uit de gevangenis, joh. Je staat echt bij zo'n... Je zit er achterop. Nee, dat is het niet. Wat moet ik nou met de kudding doen? Ja, gewoon maken. Nice. I have to fix the sign. Hoe de fuck maak je motor? Ja, fuck die vrouw, ik hoef het ook niet meer. Kan ik met jou mee, anders? Hoe heb je 225 punten bedankt jij? Wat voor een aankering ik doe, heb je? Oh, een dikke auto hier. Die auto zitten. Die is wel vet. Alex, je moet komen en zien. Oh, ik heb een kind uit de boom geklapt. Zo, je hebt zijn ding gefixt en je bent ineens vraag. Ik ga hier lekker peukie. Pootje, heb je beeld gezet? Waar is mijn scherm? Bedankt, pal. Alles is vergeven dat je me ja, maar ondertussen zat ik zijn pot op mijn neer. Ja, maar 6 maanden in de gevangenis gezeten en je hebt gelogen dat je erin zat, voor de rest had het wel mee. Ja, omdat je het bordje hebt gemaakt is het allemaal weer goed. Ja.
You wanna play zomaar? Nee, ik ben op de vlucht, man. Ik heb er toch helemaal geen tijd voor. Ja, zeg alsjeblieft nee, dan kunnen we verder. Hier, ga je die fiets ook even repareren. Ja, dan is het. Nee, zeg nee. Jij zegt wel. Jij zegt nee, jij zegt ja. We gaan. Ja, over het hek ingooien die keer. Gooi maar in. Ja, ik ga hem niet laten winnen, hè? Ja, we gaan hem helemaal inmaken. We gaan hem helemaal inmaken, ja? Wij twee tegen dat jochie. Pak hem. Tackle hem, tackle hem. Kom, pak hem. Tackle hem, ja. Ik ga echt de bal niet meer afgeven. Nee, ik ben gek of zo. Ik heb hem net. Hoppa, daar ben ik. Kijk hoe mooi die bal is geanimeerd. Kijk, ik gooi met hem. Op. Ja. Dan maak even een goaltje aan. Kom, doe even dit. Ja, geen gaat weg. Dat is mijn bal. Fuck jou. Ja, doe even een goaltje maken. Hier, kom. Ja, ik deze kant. Dit is mijn goal, toch? We worden bij elkaar. Ik vind het wel leuk zo. Lekker met mezelf spelen. Ik ben lekker met de baan spelen. Ja, pas die bal nou. Ja, pas. Hoe pak je die bal eigenlijk? Hoe werkt dit? Hoe werkt het? Ik weet niet hoe dit moet. Hoppa, kan ik dunken? Hey, hoe kan ik dunken? Hoe moet dit? Shoot ik. Ja, ik weet dat je die bal afpakt. Ah, ja, ik heb Nog een keer. Hey, voor de master. Nee, geef nou aan het kind, hoe snel jij aan het kind geeft, hoe eerder je weer weg kunt. En dat is twee. Vertel me, hier hebben we die bal. En dat is 3-0. Ik maak dat kind helemaal af, jongen. Hoppakee. Ja, en god, hier hebben we die bal. Pak hem op. Help, Aris. Hey, hey! Waar zit je nou aan mijn kind, man? Yay, I scored! Jamal, joh! Good. En dan gooit leuk. Hoe vaak heb je de bal gehad? Ja, één keer. Ik bestond niet in beeld hoe dat moest. Hey, beautiful. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. We are. But I need to get going soon. Yeah, I know. I'm just happy to see him smile again. Yeah, me too. Come on. Kun je tegen je kind zeggen dat hij gewoon vet irritant is? Dan gaat hij met je eentje die bal, dat kind staat aan de achtergrond van, oké. Ja, maar dit is echt saai. Mag ik ook, waarom moet ik nou weer met dat kind van jou? Doe mij die vrouw. Ja, we gaan straks naar jouw vrouw toe, maar die had een toestandje, zag ik. Ja, dan mag jij ook mijn kind gaan vermaken, hoor. Ja, maar jij had nog geen kind volgens mij, jij was halverwege of zo. Nee, ja, maar hoeveel tijd is er overheen gaan? Dat kind is echt wel geboren, hè? Niks. Hoe dik die vrouw was, die zat echt al op 8 maanden. Nee, je gaat toch niet... Ik ga even joekelen met mijn vrouw. Ik ga even dolduikavond hier. Ja, laat me dan kijken gewoon, laat me dan op die bank zitten. Ik ga even naar het kopje pakken. Ik ga even dolduikavond doen. Ray, what do you want with that asshole? I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Downtown. Broek uit op je broek uit op je. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yell me. Get back. Why sloeg je? Kick your ass. Okay, I promise. Pick je niet. Do you still have that piece? Hoek hem. I do. Wait. Oh, ze heeft die diamant of wat? Nee, natuurlijk niet. Die had die vent toch net nog bij zich. Oh, weet je. Die gaf hij toch al niet. Ja, yeah, mooi gun. Schiet die vrouw niet. Ja, het kind erbij, die basketbal, leuk schietje. Ja, daar gaan we hoor. Ja hoor. Ja, dan krijgen we weer niet te zien als hij jouw hoofd van het raampje heen kijkt. Kijk, daar komt hij aan hoor. Hij heeft zijn shirt ook in dat boekje zitten, hoor. Kijk dan. Ja, handel man. Look, I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now, alright? Can we play one more game? Next time, I promise. Now, come on, give me a hug. Mag ik ook? Ja. Alright, buddy.
die vrouw. Maakt die vrouw nou uit? Oké, doei. Wauw. We gaan diep in de ogen aankijken en dan gewoon... Doei. Saai, nutteloos. Zit die hand niet meer en dan is het klaar. Ja, maar dan moeten we straks ook nog naar die vrouw van jou toe natuurlijk. Daar heb ik zin in. Helemaal geen zin in. Gewoon, vent af en is klaar. Die vent die zeg, in de bus, die heeft ons ook totaal niet door. Is gewoon een gevangenisbus eerste klas ook. Ja, maar die vent die kijkt er ook wel eens naar nieuws. Ja. Je ziet ons toch, en deze meneer dan ook. Ja, een bouwvakker. Hey, where do you think you're going? Naar binnen, joh. We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is, a coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Vorig liggen er twee helmpjes. Nee. Dan draai je zijn nek om. Nee, bluf. Anders gaat hij toch weer... Anders wordt hij toch weer... Nee, anders... Dan draai je zijn nek gewoon om. Nee, anders wordt hij toch weer angstig. Godverdomme. You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right, though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? Just keep coming and coming and coming. Ah, zo is de vrouw gisteravond ook, hè? That's right. Huh? Zo is de vrouw gisteravond ook. There you go. You better hope you're building the code, man. Nice job. I wish I could say the same. Nou, die helm is misschien helemaal geen verkeerd idee, ik bedoel. Nee, ik zeg, waarom zou je dat niet? Als een event, die kan toch nog zo naar binnen lopen? Ah, ja, juist, hè? Hey, laat mij even, fokje. Mag ik niet, trap die Dixie, hè? Trap die Dixie, hoor. Trap die Dixie, hoor. Mag dat ook? Doe dat ook. You being a nice little boy. Hey. Kom er lekker niet meer uit, ga helemaal lekker in. Nou, heb je gezien hoe goed die constructiesite is hier? Moet ik daar niet in zo'n ventje gaan vinden? Maar dat is ook die ene toch, die net bij je. Ja, je bed is. Hey, what? I can't hear you. I'm looking for your boy. Zet dat ding dan uit. Hij zet dat ding ook gewoon niet uit. Can you turn that off? I can't hear you. Turn it off. I still can't hear you. Your knees, not your back. My knees? Yeah, you gotta bend them or you'll blow your back out. I've already blown my back out. Right, well, then I guess it's too late. Hey, you want to try? All right, nice. Why not? Good choice. I see you have a walkie-talkie. Come on, yo. That's right. Could you reach your foreman with it? Well, I expect I could. But since I haven't seen you around here before, who are you? Wacht even dan, ik kom eraan. Dat is een goede vent. I'm none of your business. Could you please reach him? Fine. Hello? Ja, ik heb de juiste, ik heb de goede vent. Hello? Oh, dang it, it's not working. Yeah! Goed. Andere kant, andere kant. Ja, jij hebt push-ups gedaan, zei je toch? Ja, het is wel waarschijnlijk niet snelst op een knop die kan drukken. Ja, ik heb het druk als een spast of zo. Ik druk heel lang zo op zo'n knopje, hoor. Je bent... La 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 la. Ah.
eerst maar op. Ja, nee, hoe dan? Nee, hoe dan? Ik druk net zat op die knop! Wat is dit nou? Nog een keer! Ja, wat is dit nou? Gadverdamme. Op, what are you up to? Get over here! Wat zit er binnen, hè? Echte. What is this? Oh. What the hell am I looking at? Die porno-snopeter is dat. Ja, het lijkt alsof je het gewoon spit uit. Het is 2 hier. Ik zei je dat het 4 moet zijn. Wat ben je? Some kind of stupid? I think you misunderstand. You're fucking idiot. Well, no. Are you an idiot? That's the guy. No, yeah, sir, I see you. I'm sure we decided on it. You're fired. Go home. But sir. Oh shit. He's trying to get away. Take the stairs. Yeah. I'll go this way. Wie de fuck is dit dan? Stop running, damn it! Eat shit! Oh shit! Ja, hoe dan? Hey, out of the way! Shit! Oh, tering eindje. Wat kan die vent rennen? Hey, asshole! Ja, ik ben daar bijna. Zou je niet gaan tabben? Dat deed ik al, het duurde donderslang. Ja, ik ben niet zo goed in tabben, hè? Ik heb je net al ingemaakt. Ja, ik liet je gewoon winnen. Ik heb hem bijna. Te laat, hè? Nee, nee, jij drukt op de knop van de lift, jij. Misschien moet jij even wachten dat ik er... Ja, misschien moet jij even wachten dat ik er ook ben. Godverdomme, wat die vent weer te traag is. Snel dat tabben. Ik tap zo snel als dat ding dat reageert niet eerder. Ga als je niet zo lastig doen, jij. Je loopt er vlak achter dan met mijn kale bas. Wel, ik zat wel goed, hè. Die nou langzaam, we hebben hem toch gewoon kunnen pakken daar nou net? Ja, ik moest eerst tabben. Ja, dan ben je waarschijnlijk er dichtbij. Ik ben er nu weer bij dat ding. Kijk, je moet sneller zijn. Kijk, je bent veel te ver af nu gewoon van dat ding. Ja, dan kom erop, kom erop. Tappen Jeroen, tappen zegt hij. Ja, ga even tapdansen, joh, die Job. Laat hem even gauw even tabben op zijn hoofd, joh. De paljas. Nou, waar is hij nou? Ik heb hem toch fiets geslagen, want hij is terug. Oh, ik heb een gun vast. Let's focus on finding him first. Nou, je hebt 10 push-ups gedaan dus straks, hè. Let's go. Ja, ik ga gewoon... Welke munis in de wissel zacht rennen? Wat doe jij? Oh, ja, jij hebt de grond laag. God. Ja, dan toch maar die helm opgedaan weer, joh. No. Ja, er zitten van die gasten daar op zo'n ding. Wie, serieus, is dit echt iets wat mensen doen? Ja, volgens mij wel. Ja, toen wel, nou niet meer. Het is best nog in 1960 of zo, hè. Kijk, je moet hem hier zoeken. Hij is hier misschien gestopt. There's another container here. Let's check it out. Zoek hem. Ik heb hem mee. Hey,
He's over here. He locked it. Help me bust it open. Tegelijkertijd. 1, 2, ja. Oh. Ja. Waarom doet mijn ventje doet niks? Oh. Domme knijten traag. Echt, hè. Ja, godverdomme, kut idee. Ja, ik ga de kraan wel doen. Ga jij dan maar lekker aan? Oh ja hoor, mag hij weer dat gaan doen? Hij is scheidsvind, zeg. Ja, Aito. Iets omhoog op zich, mag wel. Ja, wacht even. Do you see him? No, I don't see him anywhere. I don't know where he went. Keep looking. He's gotta be up there somewhere. Maar hij grijpt jouw straatje, jongen. Ja, dat zit er wel in. Oh ja, ik was even met Stijn aan het praten. Wat zegt die pal eerst allemaal? Ja, dat hij even weggaat. Ik zeg even slaap lekker en zo. En dat we elkaar een keer spreken. Moet ik je afspreken binnenkort, dat Stijn ook. Ja, precies. Dat kan zijn hoofd toen het zou. Oh, ik mag de kraan aanzetten. Ja, ik kan gewoon een keer met z'n drieën doen. Ja, precies. Oh, Luc mee of zo. Ja, die van mij is knijten traag hier. Ja, die van mij dan. Volgens mij ga ik er niet aan, hè. Maar ja, ik haal het echt ruim. Ik ben er. Wat ben je terug? Oh, ik heb fucking. Je wist niet dat ik moest drukken. Ja, ik kan niet snel. Ik zit op een bewegende kraan. Ja, sneller, jongen. Ik kan niet sneller. Ik kan toch een sprintje trekken? Ja, ik zit aan een touwtje, joh. Heb je een nieuwe hoogte is misschien? Niet zo zo. Spring, kruisje, man. Oh. Mijn gas is niet zo snel, nee. Gooi even het gebouw af. Oh, hij gaat zelf maar plegen. €100 die zelf maar gaat plegen. Hoe kon je nou als ze nog steeds niet hebben? Ja, echt, hè? Ja, hoe kan die mensen zijn? Hey, wat de fuck is dit nou? Ja, ik ga hier langs. Let me go. Dat is fucking makkelijk. Pak hem, gooi hem van het gebouw af. Oh, nou! Nou, daar gaat hij dan. So, you gonna tell me where Harvey is? Fuck you, I ain't telling you shit. Fuck me, huh? Okay. Oh, look at this. Whoa! A gun. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Ja, ik begin wel. Ja, ik wil juist. Let's see if you'll talk or not. Ja, deze vind ik wel leuk. You want to use this arm again? Do it! I don't give a fuck. You sure about that? That's nothing compared to what Harvey's gonna do to me. Go ahead, do it. Fuck. Ja, ik schiet. Mag ik het gewoon doen? Ja, wat is dit nou een kutspel? You better start talking. I can't breathe. Where the fuck is Harvey? Huh? Shit. Ik heb iets leuks. Ja, ik heb iets leuks. Come on, start talking. I said start talking. Come on. I ain't saying shit. Fuck you. God damn it.
Kel, wat is er nou voor zetten met de fik dan? Je wallet, right? Ja. Oh, look, what do we got here? Your car keys. Yeah, so? Try driving it now, huh? I still ain't talking, jackass. I got a spare at home anyway. Oh, shit. Wat doet die nieuw gun? Een nieuw gun? Heb je een nieuw gun? Oh, nieuw gun! Spijt. Do you know what a nail gun does to a human body? You don't have it in you. Oh, should I demonstrate? Go ahead. Do it. Ha, I knew it. Ja, waarom ben ik eigenlijk zo'n pussy? Ja, maar jij onschuldig bent, jij bent geen boefje, hè? Guys, alright. Alright, you win. I'll tell you what you want. Huh? Ja, een homo is die vet man, die zich ook niet wil opgeven. Calm down, man, calm down. Somewhere in Mexico. I don't know where exactly, but he's... Oh, daar vliegen we heen, denk ik. Daar hebben ze koffer en vest staan. It's the truth, ah, ja. I swear. So that's where the rat is hiding, huh? Yeah, that's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. All right, calm down, man. See you later. Hey. Let's go. Guys. Yeah. Die zaklamp zweeft daar nog in de lucht. Ja, dat is wel goed gedaan. Hij klinkt wel als een jager dat hij vindt. En uiteindelijk vinden ze hem toch. Bedoel, hij, ze zijn dan toch bezig met dat project. Dat nog wel een keer een bouwvakker, hè? Ja, dat is net bouwvakker, hè? Ja. We hebben niet bigger guns dan dit. Dat is probably een goed idee. Wat doe je? Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt, hè? Wat does it look like? Wait. Step aside. Nee, ga ik weer met zo'n touwtje zeker? Ja, gadverdamme, wat keer. En dan zegt die vent, hé, waar heb je dat geleerd? Ik zat in een gevangenis voor Grand Theft Auto en ga jij mag de auto overvallen. Ik heb een contact that might fly us down to Mexico. That's good. And I got an idea on how to get those guns. But we're going to need cash. We can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Like what? Nou, maar gaan ze erover dan. Ik was onschuldig, maar ik heb ondertussen volgens mij best wel een aantal... Ja, volgens mij werk je inside job. Volgens mij werk je in een bank en die heb je samen met die Harvey toen beroofd. Maar ja, het was inside job, zeg maar. Ja. Een diner, een tankstation. Maar die beroven, die heeft toch geen geld voor guns, man. Roy Rogers. Gas station. You think they'll have enough money? Nee, man. They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah, well. Ik wil een bazooka kopen, hè? Find out. Okay then. You ready? Yeah. Why don't you give me the gun? What do you mean? Look. We need to keep a low profile. That's not really your thing. I say we do this the fast way, man. Just in and out. I say we do this the easy way. Let's not make a scene. Haha. Nee, make a scene. Ja, maar nee, geen scene maken inderdaad. Ik geef jou wel de gun. Whatever, man. Moet je het slim aanpakken. Normaal zou ik die anderen zeggen, maar ik wil wel graag de gun. Ja, maar jij wat gaat doen met de gun. Ik geef jou de gun dat jij mij niet vertrouwt met de gun. Ik ga die met de gun, ik ga die voor de knoop maken. Misschien je? Hey, what are you up to? What does it look like? Ook weer zo'n blouse. I need gas. So what's the problem then? The problem is this damn country. Ik heb kogel. It used to be great. No, but now it's all falling apart. Why is that? Where have you been, man? The gas prices are insane. Too long. What do you fish? Okay. Dat is niet zo lekker spullen, dus voor mij stond niet lekker. Ik lust hem wel. Wow, hey, don't sneak up on me like that. Sorry. You need help with something, honey? Nah, just looking around. Go ahead, look around. Yeah, why are you looking at me? Why are you asking? You seem a bit on edge. I don't know, though. You kind of look nice. Thanks. You don't look too bad yourself. Thanks. Too bad I'm married, though. Your loss, honey. I guess you can't have it all.
right? Well, we started the robbery. Can I help you with something? Back me up. Yeah, shall I do? Wacht. We hebben alles voor klaar, hè? De telefoon gesaboteerd. Wie is deze meneer? Die vent is er. Klaar met hem, zegt dat hij regelt. Does this place have a lot of business? Yeah, I guess so. Why? Hey, wat? Hey, ma'am. I don't want to use this gun. So please open the register for me. You're wasting your time. There's barely any money in there. Let me be the judge of that. Open it, please. Here, look. There's a safe in the back, isn't there? No, there isn't. Right. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. We don't want to hurt anybody. Leo, there's a safe in the back. We should check it out. Kijk, al die mensen onder vuur. Mag schieten? Ja, mag niet. Hey, 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 help! Oh, kut. Vincent! Get over here, man! Niet schieten, niet schieten! Let him go! You fucking piece of shit! You okay? Yeah, I'm fine. Let op die vrouw buiten, let op die vrouw, let op die vrouw, let op die vrouw. Ik pak die kluis. Jij pak die vrouw, let die vrouw in de gaten. Nee, ik schiet die vrouw kapot. We need a combination! Een combination vraag aan het wijf. Pak hem. Don't kill me, please. Ik wil hem graag door zijn hoofd heen door. Stay there. Okay, we're good. We're done. Don't kill me. Get the code. Ja, jij moet die vrouw vragen aan de code. Iets op de muur. Nee, er staat waarschijnlijk gewoon zo'n puzzel op de muur ofzo. Ja, voor een code in een kist. Zie je dat? You seem smart. I don't want to hurt you, but I will. Just give me the combination. Okay, relax. 137. 137. Hoe komen die Wouter hier eraan? Wat heb je gedaan? Ik wel. Ik deed niks. Ik stond er gewoon. Nobody move. Put your hands above your heads. Get down on your knees. Hé, wat hebben we verkeerd gedaan? Misschien moet ik die vent daar buiten letten ofzo. Ja, dat denk ik. We moeten die gasten beter in de gaten houden, hè. Watch the clerks, you might make a move. Give me the clock, we need a combination. Ja, 137, weet je het dan wel. Pak die vent. Don't kill me, please. Ja, maar dat alarm. Ja, fuck het alarm. Waar ga je heen? Een auto. Wat dan? Ja, stap in. Ik heb geld al. Ja, ik heb geld. Ja, wacht, ik zou niet achter waar ik nog rijden was. Dan mag ik niet meer rijden dan. Ik mag ook niet rijden. Waarom mag ik niet meer rijden? Dat is het mooiste. Oh, je scan van de politie, yo. Ja, yeah, no problem. Just make sure to bring the goods, okay? Yeah, I know where that is. Got it. Alright, see you there. Ik ga heel even naar beneden zo meteen, hoor. Wat drinken pakken. Met die fiets. Kom hier. Wat drinken pakken nog? I do. Stop worrying, Vince. It's not good for your heart. We hebben 10 minuten uitgespeeld, man. Nee, maar we hebben naar Mexico om aan het klappen. Relax, hoe laat moet je eigenlijk stoppen? Het is bijna 1 uur al, hè? Ja, ik wil eigenlijk om 1 uur stoppen. Dat is een beetje ding. Gaan we stoppen zo, toch? Voordat we naar Mexico gaan. We gaan morgen naar Mexico. Ja, klopt.
Oké, maar nou is hij toch klaar met het soort hoofdstukachtig idee. Kunnen we opslaan of? Ja, maar is hij niet bijna klaar? Nou, dit is het laatste, hè? Dit is Mexico. Nee, dit is er niet bijna klaar. Eerst die guns ophalen, dan moet je nog weer een vent opsporen, dan komt nog wel meer. Wat heb je gedaan? Dat slaan ze open, die guns. Zijn die bij jouw vrouw geweest? Nee, die guns had hier toch op. Ja. Jasmine? Leo? You good? I'm good. Ook zo'n blouse, waarom ben ik de enige de fatsoenlijke blouse aan? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you? Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. What a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Who the fuck is this guy? Whoa, relax. Put the gun down. Jasmine, put the gun down. Come on. I told you, he's with me. Let's just do this, fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Dat is gewoon Whitney Houston hoor, of zo, of Maria Carey. But it's the last time. In vermomming, hè. And then we're even. Of zou het de jaren 70 zijn, als je die schoenen een beetje hippies een beetje? Ja, 60 of zo, ik weet niet. Hier, mijn guns, joh. Here. This should be more than enough. Hurry up. Eerste keus. Oh, lekker. Ja, die grote daaronder, die grote. Ja, of die sniper is ook wel dik. Nee, ik pak die submachine weer. Oh, try weapons, hè? Je mag ze uitproberen, hè? Nou, even bijna. Hello, baby. Aren't you badass? Perfect. Let's see what these guns can do. Lots of empty houses here. Let's shoot at them. Empty houses? Ah, the M14. Packs quite a punch from all ranges. Ah, ik ga gewoon die submachine. Dit vind ik niet chill. Aan één keer moet ik twee wapens hebben. Good old pump action. Stops anyone from coming at you. Een shot is ook onmogelijk, waar? Ja, dat is een sniper ook wel. Kom, we gaan. Hey, try to shoot this ball. Oh! Dat schiet jou, hoor. Ja, ik gooi, ja? Ja, met een shotgun natuurlijk. Kom, we gaan. Daar krijg je geen achievement. Hey Leo. Hey, ik mag rijden. What's the rush? Let's try the gun. Samen, ik mag nooit meer rijden. Ik heb daar nu wel nog rijden. Maar dan hebben die andere guns ook niet gewoon mee. Daar staan allemaal er maar één. Nou, mooi. Maar je kunt nooit op pauze zetten ofzo, dat vind ik wel irritant. Als je nou weer afsluit, je kunt niet in pauze zetten zonder... Nee, je moet inderdaad vlak na het loading, moet je gewoon exit to main menu en dan waarschijnlijk. Ja, en als je opzet, kom je hier weer straks, denk ik. Oh, dit is die zwaar, ik bedoel die donkere mevrouw weer.
Eva Benne. Oprichter. Zwaar, nou zeg je dat. Ju. Schatje, sorry. Hey, it's me. I got some information about Leo. Oplichter. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost. Don't worry about that. Just tell me where he is. Tom wil even eerst geld geven. Good job. Talk to you later. Ja, mooi zwembad hoor. Harvey. Ja, 100 punten Harvey. Kapot schiet zo het zwembad in. I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Er komt de Assassins achter ons aan. Ik krijg ook een normale blouse aan. Morgen, kom je morgen nog dan of wat? Ja, ik denk, ja, ik moet morgen ook werken tot 8 uur. Dus. Oh. Ja, jouw vrouw. Zo'n tijd. Dan moet ik even kijken. Oh, oh. Jouw vrouw, Maart. My name is Carol Moretti. Ja, jouw achternaam is Moretti. I think I'm going into labor. And I'm all alone. Je bent Italiaan of zo? Please send an ambulance. Nee, die zijn allemaal onbeschikbaar. Lekker band en zo. Nou, jij wordt dus... Ik ben dik. Oh, ik ben dik, nee. Ja. Omdat je er wat in gestopt hebt, maat. Godsamme. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. Als je op dat vliegtuig op de helft bent ofzo, als je op dat vliegtuig bent, dan ben je officieel maar ontsnapt ofzo. Dan ga je richting Mexico en dan begint de hunt op die vent. Ja, dan ben je al 80% hoor. Nou, zullen we hier dan afkappen dan, of? Ja, ik zou als we nu als de eerstvolgende loading, gelijk daarna... Ja, maar is een missie weer. Ja, of je moet nu kappen, nou, als je nu kapt, dan start je waarschijnlijk hier. Ja. Nou, moet ik hem nog opslaan of gaat het vanzelf? Ja, gewoon accept or name options. Options? Nee. Ik doe exit to name. Oké, kok. 3, 2, 1. Maar wiens game is het? Is het jouw game of mijn game? Nou, ik had het nog niet gedrukt dit eerder als mij en nu staat het mij disconnected. Ja, maar het is met jou ook, denk ik. Ja. Nou, is het jouw game of mijn game? Of allebei? Allebei. Oké, nou. Ja, maar morgen het even afmaken. Nou, Thomas. Nou, dat is wel mooi. Ik zal maar even de game, de livestream stoppen. Mogen we verder. Tom en die van mij maakt allemaal screenshots.